Vrienden van het voetbal, hallo en welkom bij een nieuwe 90 Minutes na een alweer heel druk weekend. Er is een kampioen in Duitsland, een nieuwe leider in Engeland. In eigen land een kampioen in 1B, een nieuwe leider in 1A. Er is dus veel te bespreken. We doen dat met Gilles Mbiyabea. Welkom Gilles. Met Filip Joos. Welkom Filip. En in de zetel Daan Heijmans en Sam Kerkhoffs. En ik vraag mij af, lieve jongens, wie van jullie twee het meest blij is na het afgelopen weekend? Gedeeld. Kunnen allebei tevreden zijn. Ja. Ja. Extatisch zien jullie er niet uit, dat ga ik wel er meteen bij zeggen. Nou, bij ons is nog niet gespeeld en bij hun ook nog niet. Nee, dus. Voilà, dat is waar. Nee. Maar alle twee wel een zalig weekend gehad, denk ik. Hè? Ja, focus al op volgend weekend. Het is al dinsdag. Ah, oeh. Precies, echt een voetballer, jij. Nee, dan niet. Maar ja, wel. Maar dat ging het was een zalig moment als je het over zondag hebt. Ik ben nog eens naar het stadion geraakt, omdat het is niet overlap als met Hasselt. En ja, het was echt toffe sfeer. Ja, uiteraard het resultaat. Ja, dat was prachtig. Het zag er indrukwekkend uit, vond ik, Lotto Park. Ah, ik dacht dat het over Hasselt ging. Hasselt was, we waren niet goed, maar we hebben gewonnen. Dat is de conclusie. Dat is eigenlijk hetzelfde als... Nee, dat is niet waar. Is er niet meer sfeer dan met de goede ploegen ooit? Ja. Dat is wel, hè. Ja, want bij de goede ploegen was het... Vanzelfsprekend. Ja, en meer zoeken naar iets om over te mopperen. Nu is het zoeken naar iets om blij en vinden op dit moment. Het is één titel op 9 jaar, hè, dus omdat iedereen hunkert er. Zo meer een gemeenschappelijk, dat voelt je heel hard in het stadion, een gemeenschappelijk doel. Ook, ja. Union. En heviger ook. Nog eens kloppen. Dat was, iedereen in dat stadion was wel gegeven. Maar ook veel meer mensen die recht springen op de chiquere plaatsen. Allee, ja. Maar ik heb wel het gevoel dat dat een algemene tendens is. Ja, dat is waar. In voetbalstadions. Dat de chiquere mensen ook wel meer... De chiquere mensen, dat is een die meer betaald hebben voor een ticket. Wat we bedoelen. Ja, dat hoop ik. Eerst een disclaimer. Ja, maar het was een titel. Chiquere mensen. Maar het was indrukwekkend wel, hè, die sfeer. Enfin, de sfeer voor de match was indrukwekkend, maar ik moet zeggen, ook wel van het Union-vak. Het was een leuke voetbalsfeer. Hè. Ja, een derby. Hè. Ja, voilà. En eindelijk nog eens gewonnen. Enfin, nog eens. Eindelijk gewonnen van eindelijk van gewonnen, ja. Amai. Ja, het was speciaal, want ik zag wel, als de rode kaart en penalties, dan zag ik het wel allemaal wegsmelten voor de zon, zeg maar. Ja. Ja. Gaan we direct naar die fase, want dat is ja... Denk ik de fase van die match toch? De maar tweede ik denk gele kaart van de Bast. Het mooie is dat je op die manier het dan toch nog haalt. Voor met een man minder. In 10 matchen. Ja. En op, ja, wel op karakter, denk ik. Nou ja, waardoor het ook niet meer geeft dat het eigenlijk na de 1-0 veel minder werd. Nee, klopt. En ook en dat stadion veel meer om de duidelijkheid. Ja. Nee, dat maakt het dan niet meer uit. Nee. Ik moet wel zeggen, Schmeichel... Was echt, als het moment dat die rode kaart viel en de penalty was echt meteen iedereen aan de aan sturen. En ik dacht van, allee, overdrijf nu niet. Bleef dat echt een paar keer doen, want we moeten echt compress. Maar ik vind de laatste week ik vond wel. Het echt indrukwekkend hoe je wel ziet dat er in die ploeg, en dat is denk ik wel het verschil met de voorbije jaren, wel meer mentaliteit en maturiteit zit of zo. Maturiteit, maar dat is dan helemaal het omgekeerde van wat ooit is begonnen met Company natuurlijk. Hè? Die ervaring, de realistische benazing, dat zo mag ik zeggen. Ja, hoewel, ik denk dat Company een paar van de spelers die er nu zijn, toen had kunnen gebruiken, absoluut. Ja, en ook zou gebruikt hebben. Ja, sowieso. Dat lijkt ik denk niet dat dat een... Allee, is dat voor dingen lopen, zo wat, voilà. Ja, voilà. Zo wereld van verschillen. Ja. Wie vond het een strafschop in een tweede geel voor de Bast? Ik vond het wel... Allee, ik vind wel dat je een strafschop kunt fluiten, maar ik vond een tweede geel daarvoor... Dan te streng, maar ja, blijkbaar is dat wel echt de regel dat je dat moet. Ja, ik denk maar dat als je het echt een elleboog vindt, moet rood. Het ook rechtstreeks rood zijn, vind ik. Dus. Dat is heel dubbel. Hè. Ik denk dat je als scheids ook denkt, ik zal dat geel geven, want ja, waarom geef ik anders penalty? En omgekeerd. Maar het frappantste is, als hij niet bloeit, nooit iets. Nooit. Dat weet ik niet. Nee, dat is veel te spelen. Hij zegt het gisteren ook in de verantwoording. Komt er 2 keer het woord bloeden. Ja, ik vind ook eerlijk van een ref. Want dat is ook, zo zitten we als mensen ook in elkaar. Hè. Dat kun je ook niet wegdenken. Dat bloed is daar. Ja. Maar het was ook de tijd die er daardoor was. Ja. Want hij was niet aan het tekenen van wacht eens. Ze zijn aan het verzorgen en dan hebben ze tijd om te kijken en zo. Als hij verzorgd was, ging hem wel naar zijn ze gingen sowieso kijken, dat denk ik wel. Je moet hem maar eens in doorgaan op het grote beeld. Hij staat echt klaar van...
speel maar. Mm-hmm. Dat gevoel was ook in het stadion niet van, dat kan hier een VAR worden. Dat was echt zo, maar gaat hij niet kijken? Ik denk, het is geen hoofdzonde, dat vind ik echt niet. Het is ook geen doodzonde, geen hoofdzonde. Het is wel iets waar de Bast, ik vond het heel goed dat Wesley gisteren die fase tegen Portugal liet zien, hè, met de belofte. Ja, en ook die hens, het zijn wel kleine domme dingetjes waar je toch uit je spel moet. Ja, maar die bij de belofte, dat vind ik helemaal niks. Dat is gewoon staan totdat er iemand tegen u loopt. Ja, met je arm zo wijd en die beweging, slim is dat niet. Ja, ik vind die bijna ook, ja. Maar, en nadat je eerst zelf de bal, want dat was ook het probleem toen, hè. Maar vind eerst je het een elleboog nu van tegen je? Ja, het is ook geen elleboog. Nee. Dat is toch een kleine beweging. Maar het is toch hoog. Weet je wat zo'n beweging is? Omdat hem in zijn lichaam staat er een beetje achter. Ja. Hij probeert er zo voor te kruipen. Ja, nee, ik zie dat niet los van even aan die arm getrokken. Daar begint het mee. Ja, en dan, van Nielsen. Maar dat is te weinig voor een fout. Hè? Want dat fluit het is ook tegen iemand dat groter is van je. Want gisteren bij extra time werd er dan een fase boven gehaald. Ik kan me nu niet voorhalen welke. Dat een speler kleiner is, dat je dan je elleboog laag houdt. Maar nu zijn je ellebogen hoog, want je speelt tegen iemand dat groter is. Het probleem is de hoogte van de hoek van de arm. Er is ook een beweging. Er is een beweging, maar die valt meer op met de camera achter de goal dan met de wedstrijdcamera. Dus ik vind het is misschien wel een beweging, maar ik vind hem niet zo onnatuurlijk of zo. Ja, hij wilde hem afhouden. Ja. Hij wilde hem niet. Nee, hij wilde niet slagen. Maar oké. Anders was het ook rood, hè, vooral. Maar, het is ook niet dat Nielsen er tegen loopt. Nee. De arm gaat wel naar Nielsen. Maar als we over bijvoorbeeld dom spreken, zijn eerste gele kaart. Ja. Dat vind ik, daar is hij echt, daar gaat hij dom in de fout. De hoopt dat dat fout voor hem is en pakt echt zo die bal. Ja, we moeten hem terecht zetten. Hè? Ja, want anders is de bal weg. Het vallen is toch dat vallen niet veel. Bij de tweede verwijt ik hem eigenlijk zo goed als niks, maar bij die eerste denk ik. Is bij die eerste niet het feit dat je gepakt wordt dommer dan die gele kaart pakken? Ik snap dat hem daar een bal heel veel. Maar je ziet dat zo vaak. Eigenlijk is dat hetzelfde als wat Wijndal doet bij de 1-0 van Club. Waar de vrijschop uit volgt met Van Aken. Dat is luchtdekken, dat is positiedekken. Nee, je moet altijd de bal. De bal moet voor u zijn. En niet denken, ik scherm dat hier af. Internationaal zie je soms op nog sneller dat spitsen. Sommige spitsen spelen daarop. Hè. Die houden in. Als die zien van, als je daar als verdediger denkt, ik kan even blokken. Die mannen houden in en doen dan dat. Die zijn zo snel. Oké, dat is bij ons dat niveau nog niet echt. Maar, Mitrovic heeft Amoura op zijn best wel, hè? Hij is nu op zijn best. Maar, want ik dacht eerst, Amoura duwt ook, maar het is echt niet. Het is de Bast die naar Amoura gaat en hem te veel wil. Je ziet dat heel vaak richting de. Een beetje wat Meunier doet in Engeland op Wembley. Je ziet dat vaak richting de achterlijn. Ik zal een keer even mijn lijf zetten. Maar die mannen, dat zijn slangen, hè? Die draaien nog rond u en je moet er enorm voor opletten. En dat is. Bij Wijnal was ook langs de zijlijn. Ja. Dat gebeurt eigenlijk vaker. Maar dat is wel logisch, vind ik, dat je daar feller bent. In het afdekken, in het... Ja, maar je vliegt altijd, ook als aanvaller mocht niet meer de bal in, laten omdat liggen. Je met die zijlijn zit en zo. Maar je mocht niet de bal laten liggen. Ik vond dat een fout wel. Van Wijnal? Ja, tuurlijk. Ja, dat werd over getwijfeld. Absoluut. En niks van Van Aken. Dat was echt gewoon fout. Fout ingeschat en fout gemaakt. Wat zou Van Aken fout doen? Ja, niks. Nee, maar ja, we zetten dat in de sequentie van dingen waar Antwerpen over te klagen had. En die sequentie klopte voor mij voor heel veel punten. Ja. Maar dat niet. Mm. Dat was absoluut een overtreding van Wijnal. Andere fase van die match is duel Castromontes-Hazard. Waar Hazard helaas zijn kruisband scheurt. Hè. Dat is het verdiend, denk ik, intussen. Uit, het zag er heel slecht uit. Hè. Maar jij, ze missen ook meteen ai. Dat ziet er niet goed uit. Ja, dat is toch... Dat was een dom 6 maanden, denk ik. Of wat is dat? Het gaat maanden zijn, denk ik. Dat is zoals Verscharen, hè. Voorbij jaar. Verscharen is hopelijk snel terug. En Amuzu en Verscharen gaan een beetje boven hun niveau moeten uitstijgen om het binnen te halen, denk ik. Ja, het is niet dat ik wel. Allee. Nee, maar hij had wel weer dat gif in zijn match. Ja, zonder dat hij heel goed was, was hij wel gif. En hij was wel degene waar dat gaan voelde. Het kan zo ineens. Verschrikkelijk wat de jongen overkomt. Maar als je... Jammer dat hij nu niet, want hij had wel zijn niveau kunnen halen in de... Maar als je echt kijkt naar waar het niveau gehaald is, dat zijn weinig wedstrijden. Hè? Ja. Dat is zo februari, maart. Ja, en dan was het niveau wel echt hoog. Ja. Want dan was het en dat liet het beste erover, maar in de playoffs tot nu toe die twee matchen ook niet. Zijn uitvallen een minder groot probleem maakt veranderlijk dan in jouw inschatting?
minder groot dan ik had gedacht. Ja. Vergeleken met, maar we zullen zien wat de rest kan brengen. Maar het is niet van, oei, onze beste tot nu toe doen niet mee. Nee, maar er staat wel ook iemand naar je tegenstanders zeker, toe. Zeker, maar er zijn er altijd op dit moment en... zijn er vijf die ik minder graag zou missen bij Anderlecht. Ja. Struikens? Ja, Vertongen al. Ik vond het heel raar dat Struikens eruit ging en niet Leoni. Als ik dat mag opmerken. Allee, aan het eind van de rit heeft de trainer die wint gelijk, denk ik. Maar... Mm-hmm. Ik vond dat heel raar, want ik vind Leoni, dat je daar wel aan merkt, ik vind dat een topspeler, maar je voelt dat hij aan zijn plafond zit. Mm-hmm. En zeker in die matchen voelt je soms... Die is ook enorm met publiek bezig. Die is vooral bezig met... Die gaat echt 300 miljoen procent voor. Dat is echt zot. Maar ik had Struikens er niet uit gehad. En Dreyer er ook uit. Dan dacht ik wel, oei, gaan we nog een goal maken? Maar ja, we hebben het bleek gedaan. Dus van wel. Ja. Rinders... Dat hij eigenlijk ook niet mag vallen, hè? Nee. Omdat Rio onder de bal gaat, bedoel je? Ja, maar ook Castromont is inderdaad. Dat is echt, dat is precies dat concentratie kunnen. Ja. Die hadden zo precies het gevoel dat het allemaal vanzelf en je ziet hem even meegaan en dan even in. Ja, dan is het helemaal gedaan. Allee, ja, dat is, maar op het moment dat ze scoren, denkt de Union volgens mij wel echt, het komt hier goed aan. Oh, dat waren ze ook want beter, voilà, vond ik. Ze waren als ze dat kunnen volhouden, ja. Die twee in maar nog niet. Altijd niet het Union. Nee, maar groot deel in de tweede helft. Ik heb tegen die man kijk naar die match. Je weet hoe ik dan kijk. Kijk, die een uitgesteld relais, maar ik ken niet de uitslag. Hè. Maar ik had mijn papa gebeld na ik belde nog wel eens mijn ouders na een match. Na Arsenal, maar ik weet dat die ook gekeken hebben. En dus ik was aan het terugwandelen en ik belde... Om te vragen hoe je het gedaan hebt? Nee, over de match. Nee, over de match. Van, goh, allee, die en dingen was goed. Allee, gewoon. Nee, de laatste keer over dat ik het gedaan was, als ik zelf voetbalde. Dan had ik mijn pa... Geef nu nooit commentaar op hoe dat jij commentaar geeft. Zo verkeerd. Dat was toch een beetje feedback. Nee, maar dat is niet de hoofdbrok. De hoofdbrok is van, de dag gezien en die. Allee, dat zijn voetballiefhebbers. Die commentaar of zijn commentaar doen ze onderling. Ja, onderling. Dat is apart. Ze hebben een aparte WhatsApp-groep voor mijn ouders. Maar ik had echt het gevoel, en dat heb ik bij die vorige match ook, Union scoort alleen op spelervatting. Dat gevoel had ik echt, en misschien overdrijf ik daarin, maar er is iets weg. Is dat verschil voor jou van het Union van maand, ja, twee ja, die konden tegenstanders in de fout dwingen. En dat gebeurt niet meer. En ik denk ook wel, zonder Lapoussin heeft Puertas niet iemand die... Ja, stap Puertas qua creativiteit op een eiland te prediken. En dan kan Anderlecht wel heel goed, behalve dan in die match op Brugge. Maar in Anderlecht gaan winnen... Ja, daar gaan er moet al Kortrijk voor zijn. Doen, ja. Ja, klopt. Dus... Allee, met een onderschatting van de trainer natuurlijk ook. Maar de power en het aanjagen, en dat vind ik echt wel... Dat is indrukwekkend. Dat zijn ook de play-offs van dat soort voetbal, hè, tot dusver. Hè. Het verschil was, bij Union wel, vroeger als die 1-1 viel en zo, anders gingen in schrik zijn geschoten of zo. Ja. Van Union en zo, ze zijn er weer. Je hebt in de hele match nooit het gevoel van, amai, die zijn nu veel beter dan ons. En dat ging al die andere onderlinge duels veel vaker. Ja. En nu was het bleef ook maar een 6, een 7, een 8. Het werd zo niet van, amai, hier komen nu eens goed weg. Dat werd het niet. Veel forceren toch ook, hè? Heb ik nog meer het gevoel dan de voorbije wedstrijden bij Union, dat ze nu met vooral Amoura, Puertas, echt zoveel dingen zijn aan het forceren die dat ze normaal niet zouden doen. Als ze twijfelen. Amoura vooral, vond ik. Ja. Er wordt gezegd, ik weet niet waar ik het gehoord heb, ik kan het extra time zijn, maar dat masker. Dat hinderlijk zou werken voor... Want een paar heel simpele balcontroles... Niet dat masker op zich, misschien wel de schrik. Nee, dat was de commentator, die zei van Osimhen is de enige waar dat zijn spel niet leidt onder een masker. Ja. Maar die heeft ook wel een mini-masker. Scheelt hem ook nog wel. Ja, dat is marketing. Hè? Dat is vind dat toch logisch dat hindert. Maar ik denk vooral de reden waarom je dat masker op hebt. Ja, ook. Ja. Dat is nog maar pas gebeurd. Ja, iets in je oogkast. Ja, de angst. Ik denk eerder de angst dan... Oké, je kunt aan dat masker hangen en dat zal inderdaad uw zicht, hè, dat zou wel kunnen. Ik bedoel, ik ben vanochtend, dat is iets heel normaal, maar ik was mijn dochter naar school gaan brengen, ik fietste terug en ik had mijn kap opgezet omdat het begon te regenen. Ja, je ziet echt nauwelijks iets. Hè. Je moet afslaan en je moet eigenlijk dat doen. En dat masker, dat zal toch ergens ook een beetje dat gevoel geven. Het is zoals Gert zei, het maakt u niet beter, behalve als je misschien Osimhen zei. Ja. Maar Osimhen is het wel zo dat hij het voor de rest van zijn carrière moet dragen wanneer hij sport, omdat er bouten in zijn oog gaan zitten. Ja. Dus als dat je dat ongeluk hebt, Maar het is inderdaad wel zo, het is ondertussen ook,
Allee, noem iets en het is gemaakt met dat masker. Hè. Pizza's, ijsjes, in heel Napels. Ja. Dat masker is echt waar. Ja. Moet je dat heel zijn carrière nog opzetten? Zolang dat hij sport in fysiek contact sporten, moet hij dat dragen. Amai. En hij speelt nogal fysiek. Ja. Maar dat nog even, denk ik. Dat was wel bij Amoura, die ene, dan zag je die sprongkracht, man. Op die ene voorzet, hoe hoog dat die ging. Ja, maar dus atletisch is die toch nog dezelfde, maar er mislukt zoveel. Ja, ik heb wel het gevoel dat ze fysiek ook net... Te veel. Ik heb 5% minder dat gevoel heb ik. Een transferbeet hebben eigenlijk. Hoe bedoel je? Amoura en Partas. Dus dat hadden... Heb je het gevoel of heb je het gehoord? Wat zeg je? Ja, maar dat werd hier op de sportredactie beneden gezegd, dus hoeveel ervan waar is. Maar dat wel zo al rondgaat, dat die verkocht zijn, dus... Dat er misschien iets mee te maken heeft. Ik vind niet dat ze minder proberen of dat ze minder toegewijd zijn. Dat zou ik er niet uit halen. Plus, je wilt die titel toch nog altijd. Allee. Ja, en er lukt minder. Maar Puertas, ik denk, als je die zijn cijfers bekijkt, qua lopen en dingen, dat nog altijd... Alleen, ja... Is het verrassingseffect dan weg? Of? Ja, maar als een hele ploeg... Dat is ook een kettingreactie. En ja... Ik kan wel, denk ik... Ik denk dat we dat allemaal kunnen, de 11 beste van Union zetten. En dat is met Lapoussin en met McAllister. En die twee er niet bij, dat zorgt toch voor kwaliteitsverlies, ook bij de anderen. En dat is niet heel veel. En in matchen tegen Westerlo trek je dat nog recht. Tegen Charleroi ook. Maar dat, samen, in matchen op het scherpst van de snee, wordt dat wel, kan dat bepalend zijn. Ik ben akkoord, maar wij hebben hier ook wel vaak gezegd van die mogen wisselen wie ze willen. Die lossen dat altijd op. Want wij hebben daar een keer gaan verliezen met 3-0. Dat was helemaal in het begin van het seizoen. Toen hebben die ook 5-6 wissels gedaan. En toen hebben we dat hier ook besproken. Van die mogen wisselen wie ze willen. Dat is waar. Maar het eerste half uur hebben jullie meer balbezit, speelde Gullen beter. Ik herinner me die match echt. Want ik dacht, wat doet hij nu? Waar tegen in Union toch, ja, in Union. Dat begint met die kopbal van Sykes. Ja. Hè? Dat is twee stilstaande fans. Snap je? Ja, dat klopt. Het is niet dat je van de mat zijn gespeeld. Nee. Maar ja, ik weet niet, ze hebben wel een bepaalde spelers waar wij al van gezegd hebben van, die kunnen wel eens een match roteren. Ja. En nu is dat inderdaad, wanneer dat om het geld draait en om de prijzen. En Morris die ook valt er zwak te maken. Ja, kijk, dat zijn echt, hè, ik heb ik dat hier gezegd? Ik weet niet, want ik heb dat niet op extra time getoond, maar ik dacht, dan wordt dat gedoe. Maar ik vind, aan die taal, ik had het gevoel dat... Maar de vrijschop, de trap die Buté in corner duwt tegen Antwerpen, waar de goal uitvalt van Sardella. Hè, Anderlecht in de corner. Ja, dat was een schot van Dreyer, goed schot. Maar voor mij moet Buté die niet in corner duwen. Moet hij die... Er is niemand in de buurt, dus bang en opvallen. En deze bal moet hij wel in corner duwen. En dat is topkeeper zijn. Hè. Courtois, die computer bij Courtois, we denken altijd een keeper is de man die het verst geraakt naar de winkel haakt. Nee, dat is die met de beste processor in zijn hoofd. En... Wat in deze ook niet per se een corner, gewoon naar buiten. Ja, dat mag het corner zijn, eventueel. Want, het is zelfs niet nodig, vind ik, op die trap. Maar je mag hem niet in het veld. Nee, absoluut niet. Ja, zeker niet met Dolberg. Want je kunt er veel van zeggen, maar dat zo moet je die daar niet geven. Hij staat er wel. Hè? Voilà, hij sprint altijd... meteen voor de rebound. Hè? Dat is die corner ook niet zoveel. Zijn geloof in dat die bal daar nog... Ja. Hij is altijd net iets. En ik vind niet dat ze bij Union slapen daarop. Dat is gewoon... Nee, daar kun je niks meer aan doen. Voilà. Dat vind ik niet de fout. Die tweede goal slaat Castromontes. Die eerste goal, Burgess doet wat hij kan. Wel ook blij voor zowel Sardella als Agustinsson bij Anderlecht. Dat was echt wel Sardella de indrukwekkendste. Maar Agustinsson ook echt een sterke match. En Sardella misschien opvallender. Na vorige week, dan denk ik, amai, dat is knap. Want vorige week, een drama. Hè? Ja, door Nusa. Onnozel. Maar ik wil zeggen, de weken daarvoor, ik heb daar wel echt een goed gevoel bij de laatste periode. Hij was veel beter. Vorige week inderdaad. Brugge was inderdaad een terugval. Maar dat je dan zo bij Nusa vorige week lukte ook niet alles. Hè? Nee, maar tweede helft kwam de bal was hij ook veel minder. Ja. Nu vond ik... Uiteindelijk, die bal van Vertonghen, als er zo net voor u iemand springt, want dat doet Terro uiteindelijk wel nog, dat is niet makkelijk om die mee te pakken. Sardella doet dat echt goed nog. Ook geloof weer. Hè? Ja, sorry, dat is ook harder in geloven. Maar ook het feit dat je die toch onder controle hebt en nog voorkrijgt,
Okay. Fysieke paraatheid, zo laat ja, in de match om die er nog te hij heeft hem niet, Terro, dat is waar, dat is zijn fout, want oké, hij mag zich niet compromitteren, hij moet dan, maar het feit dat er iemand vlak voor u springt, is in principe moeilijk. Maakt het dubbel zo moeilijk. Dus dat was echt goed gedaan. Even naar Jan Breidel, Onyedika, die ja, echt, ik kan het niet anders omschrijven, opstaat uit de doden. Die gaan ze missen, twee matchen. Ja, die gaan ze missen, ja. Maar ze hebben hem ook niet echt gemist de hele tijd dat hij op de bank zat. Hoe komt dat hij ineens zo bepalend is, dat toeval op twee matchen? Ja, maar nee, dat is gewoon zijn talent die dat terug naar boven komt. Ja. Allee. Dat was nou, toen dat hij maar dat kwam, dat was zo toen hij aankwam, maar het is lang, allemaal van what the fuck, hoe maar het is lang niks geweest kunnen vinden. Nee, kunnen dus, doen. Dus lang dat vind ik heel raar. Geweest, ja. Ja, je zat gewoon met een trainer die er niet in geloofde. Sorry, dan moet je, dat is interessant. Ja, maar, geen van uw talentvolste. Maar vorig seizoen was het ook al op een bepaald moment minder. Hè? Zo, nou, ja, was dat God, nou? Dat weet ik niet meer. Ik snap dat. Ik vind dat onbegrijpelijk. Dat is voor mij de speler die ik het eerste zou opstellen als ik Brugge trainer was. Ja, zeker de vorm waar dat hem nu is. Ja. Ja. En breder dan Brugge metamorfose, of is dat dan ook weer te ver? Ik vond dat nu geen wereldmatch, maar wel gevoel toch dat die gaan winnen. En dat is gevaarlijk, dat had ik ook enorm hard. Ja. Ik dacht wel nooit 3-0, dat had ik wel nooit gedacht. Maar ik dacht van zo na donderdag Europees, ze gaan hier niet in de problemen komen, die gaan hier wel gewoon winnen. Terwijl Antwerpen op zich op papier dacht je, oké, Jansen weer diep. Ja. Allee, je dacht... Begonnen ook goed, toch? Ja, maar goed. Goed is er geen kansen, niet slecht, toch? Geen kansen. Die normaal van Ekkelenkamp. Ik denk dat dat... Ja, op 1-1 pakt Jackers een hele goede bal. Welke? Ja, niet naar de spion komt, maar naar de andere kant. Als Nadia niet Filip Joos zijn, ik heb daar ook zo'n fase dat je weet niet meer wanneer. Ja, maar de processor van Filip Joos is aan het draaien. Ik weet het helemaal niet. Ik moet vragen welke. Dus. Ja, oké. Okay. 100%. Dat pakt hem echt heel goed. Dat is bij 1-0. Ik zag je, Jansen zei in het interview, hij zei eerst kut en dan klote gevoel. Dus hij twijfelde hoe dat hem het onder woorden moest brengen. Wat is er mis bij Antwerpen? Vragen, welk van de twee is het? Ja, dat mogen jullie ook zeggen. Maar wat loopt er zo mank bij... Ja, geen echt doel meer. We creëren heel weinig. Ja. Geen echt doel, oké, maar dat geldt voor cirkelen dan even goed. Hè? Ik heb die Jouké voor mijn ogen in die match tegen jullie, tegen Charleroi. Ik heb weinig spelers zo'n match zien openbreken als die Jouké die match. En oké, dat was een competitiematch. Hè, dus, maar ik heb wel het gevoel dat zodra... Ik denk dat we onderschatten hoe fysiek zwaar play-off 1 is. Hoe iedereen daar... De nijd en de felheid in dat soort wedstrijden. En Ejouk is, denk ik, die stap moet hij nog zetten of zal hij nooit zetten. Is iets te veel een nar, een jongleur, een gast voor het matchen zoals tegen een ploeg die het op dat moment moeilijk heeft als Charleroi. En die maakt hij, en dan denkt hij, ja, dat is de beste van de competitie om dit te doen. Maar ja, when the going gets tough... Ik bedoel, een match naar je toe trekken en dan... Ja, of dat hij dan, en je blijft zien, hè, bepaalde balbehandeling af en toe, de dreiging, maar het komt er niet. Mm-hmm. Of nog niet. Ik hoop voor hem nog niet. Maar Balikwisha is er nog niet. Absoluut niet. Want daar gaat het ook iets kansen creëren. Hè? Dat is toch het grote probleem. Dan zit je met Ekkelenkamp die... Ja, dat is ook maar er zijn ook momenten dat ze het zo niet pakken. Want ik denk ook dat het bij 1-0 of zelfs nog bij 0-0 in de eerste helft is dat Jouké naar binnen kapt een keer, maar Ekkelenkamp een keer echt heel goed diep loopt. En dat krijg je hem niet. Nee. Ja, als je die niet dat geeft... Dat bedoel ik, hè, Gilles. Dat ging tegen Charleroi wel. Dan legde die alles... Ja... Hoort jij veel dingen vanuit de club, Gilles? Nee, eigenlijk bijna niks. Nee. Dus het is niet dat ik iets van insider info heb of zo. En ook domme dingen. Je hoort toch dat er geen eten is en dat soort dingen? Antwerp? Geen eten? Ja, dat de koks en zo al maanden niet betaald zijn. Dat die hebben gezegd, wij stoppen met koken. Dat gaat echt wel veel achter de schermen. Is er niet goed aan het gaan. Hè? Nee, maar dat zie je ook aan de manier waarop de meeste mensen erin staan. Nee, dat heb ik nog niet gehoord. Oké. Echt niet? Ja, nee, ik ook niet. Dat is nieuw, maar goed. Ja, dat heb ik ook gehoord. Dat kan zijn dat dat aangedikt wordt natuurlijk. Zo gaat dat wel soms met die verhalen. Geen eten, maar... dat is beerschotachtig. Alleen dat verwacht je toch meer. De voorbije jaren was dat het financieel niet goed ging. Dat geldt weer echt wat in januari ook het geval was. Nee. Met de stage en zo. Ja. Dat we wel weer... Die verhalen heb ik wel gehoord, maar dat van het eten, dat is eerst wat horen. Maar dat de bekerfinale wordt gespeeld tussen de twee ploegen die 0-9 hebben. Maar ja, goed. Een van die twee maakt dat heel het seizoen goed. Hè? Of gaat het sowieso, het is een prijs. Hè? Dus een van die twee pakt het is een Europees ticket. Ja, hè? Bij Union gaat dat... Dat weet ik niet. Als dat je het ook Frank, dat denk ik ook.
Ja, nu, maar nu echt het gevoel dat dit jaar het jaar is. Ja, ja. Nee, maar nu op dit moment, vijf matchen niet gewonnen, 0 op 9. Ik denk dat je nu, als je dan kunt zeggen, een beker hebben, ja, dan is het geen mislukt seizoen ook niet. Hè. En je doet mee. Nee, het is sowieso niet mislukt. Wie had dat gedacht? Ja. Dat blijf ik wel zeggen. Je zou in die spelers hun hoofd eigenlijk moeten kunnen... Wat is dat? Eternal... Sunshine. Of the Spotless Sunshine Mind. On the Spotless Mind. Je zou dat moeten kunnen alles tabula rasa doen en zeggen, kijk eens jongens... Speeldag 3, play-off 1, we staan op 3 punten van de eerste in augustus. Maar die mannen, die tekenen met alle mogelijke inkt. Hè. Arsenal en Liverpool hetzelfde. Hè. Ja. Nu zijn die depressief. Hè. Maar als je tegen die ploegen zou zeggen, met nog 7 speeldagen op 2 punten van... Op 2. Ja, natuurlijk doen we dat. Allee. Maar oké, okay, je hebt erboven gestaan. En dat zit mee. Dat kun je niet... Alleen... Charlie Kaufman kan dat. Is dat niet van Kaufman? Ja, hè? Scenarist? Ja, denk het wel. Zeker, zeker. Ja, ik denk het wel. Wij volgen nu. Ja. Ja, dat is een goede film, hè? Zeker. Ja. Ah, Eternal Sunshine. Ja, dat wel. Ja, dat heb ik al gezien, maar dat is lang geleden. Dat is een oude film. Kaufman, denk ik. Ja, Philippe, als jij het Eternal Sunshine. Scenarist, hè? Ja. Ik kan mij vergissen. Mijn vriendin Sophie was gisteren te gast in een andere podcast. En ze hebben aan haar gevraagd, kun je een boekentip teruggeven aan Philippe? En ze heeft er een gegeven, moest ik zeggen. Maar de aflevering komt pas nu de komende week online. Ah, dus jij gaat dat hier ook niet lossen? Ik weet het niet. Die heeft me dat gezegd, maar ja, de titel van het boek ben ik al vergeten. Ja. De grasmobiel van Jeff Nijs. het was trouwens inderdaad Charlie Kaufman. All right. Punt voor Philippe. Nog even over Club Brugge, want nu... PAOK en dan naar Union. Dat lijken mij twee seizoensbepalende matchen te zijn. Voor club. Mm-hmm. Mm-hmm. En ja, PAOK is het link. Je hebt het gevoel dat super moeilijk wordt. Ja, toch? Door die gele kaarten ook. Okay. Ja, match. Dat weet ik, maar die hadden die match zo onder controle thuis. Die moeten daar echt maar als die een Despedov bijvoorbeeld, die gaf spelen. Hè. Die vond ik echt sterk invallen, die in Bulgaar. Maar als je 2-3-0 wint thuis, heeft PAOK niks te zeggen. Dat is waar. En dan gaat een agenda mee. Ja, die hebben het is je eigen schuld dat je dat absoluut, doet, absoluut. En nu heb je het gevoel inderdaad door die supporters en ja, die de gele extra ketel vooral. Dat daar is. Die ook gaan spelen. Mechelen, sorry, maar Mechelen is top bezig. Top bezig. Echt geweldig goed bezig. Absoluut. In de WhatsApp-groep niet, hè? Ja, nu toch pas de eerste keer. Ja, dat was nu de eerste keer dat terug naar boven kwam. Die heb ik gedempt, denk ik. Nee, ik vind dat echt waar, die gast. Dat is een slimme gast. Er zijn weinig spelers die zo hun dat is ook de speler waar het meeste aan getwijfeld wordt, denk ik. Daar wordt telkens opnieuw aan getwijfeld en telkens staat hij. Je moet er eens op letten, op voorzetten, hè, hoe goed dat hij altijd staat. Ja, maar ik ben akkoord. Hè. Fenomenaal goed. Ik wil maar zeggen dat de mensen daar altijd aan twijfelen. Ja. Maar voor hetzelfde geld zitten we hier volgende week samen en zijn die twee matchen slecht uitgedraaid voor club en dan is het seizoen wel Ik geloof afgelopen. Nooit dat die alle twee slecht uitdraaien. Dat geloof ik eigenlijk ook niet. Okay. Je hebt eigenlijk op dit moment met hoe dat zij in hun winningstreek zitten en Union in de verliezende, toch eigenlijk het gevoel van voor Club Brugge is dat de zoveelste overwinning op rij dat ze maar moeten gaan halen. Meer dan ze moeten. Ja, dat, ik heb meer het gevoel van ze gaan daar met een goede flow in van dit is de volgende en dan de volgende. Denken we Union nog echt wel naar deze match moet kijken met als we hier nog eens verliezen, dan... Maar denken we nog dat de titel voorbij is als ze doorgaan in Europa qua workload? Of... Nee, dat is toch lekkerder nu? Ja, dat zei Van Aken. Hè? Maar ik snap ook dat je dat denkt, maar ik weet het toch niet. Dat zijn nog eens twee matchen erbij. Allee, dat gaat toch wel... Je hebt een brede puur fysiek zijn je moet kiezen. Hè? Dat ja, bedoel maar ik dat ze heel niet. Veel gaan roteren. Hoeveel spelers roteert in Europa? Als je, met je, beste ploeg, je moet met je beste ploeg spelen, zowel in Europa als in... Je gaat daar niet veel roteren. Maar ze hebben toch niet meer dat je... Maar het gaat over als Sabbe die vorige keer zo goed was, die nu van de bank komt, dat je kunt dat wel doen. Ja, maar op dit moment gaat er dan niet meer. Je hebt 3 backs. Hè? Nu vond ik Sabbe tegen PAOK wel 3-4 schoonheidsfoutjes, dat je toch... Ja, moet je hem geven, hè? Ja, dat wel. Maar oké, dat kan wel. Als je die daar maakt, heb je volgens mij wel een probleem. Ik vind wel dat Brugge een kern heeft om dat op te vangen. Eigenlijk. Op die moment toch niet meer, Sam. Ja, Fiorentina is ook niet Real Madrid. Hè? In de groepsfase, dat kan wel, ik ook begrijpen. Dat is wel, Club Brugge, Fiorentina. Ik bedoel niet dat je ineens zot gaat roteren, hè? Maar ik bedoel als iemand 60% is, dat zijn vervanger wel goed genoeg is om het in de flow dat je inzit over de streep te trekken, zonder dat je te veel kwaliteitsverlies hebt. Dat bedoel ik eerder dan dat ze ineens zouden gaan roteren. Dat zou inderdaad... Maar het is wel daar zo. Ga je misschien wel om dat te doen. 1-2 spelers misschien wel. Ja. Stel dat het Club Fiorentina... Dat is wel een nobele Europese halve finale. Cool, voor mensen van onze generatie is dat...
Het is niet Pretovsk. Ik zou dat echt een toffe match. Er zit ook een Fransman niet op te wachten. Ik zeg niet dat die zitten te wachten op club, maar dat is wel... Ah, Club Brugge, Fiorentina. Dat zijn twee ploegen met een soort blazoen. Filip, dat was toch Dnipropetrovsk, waar ze in Europa League dus in tegen gaan. Ja, dat is waar. Ja. Die de finale hebben gehaald en daar nog. Ook, ja. Nee. Maar 3-2 verliezen van Sevilla. Ja, en even terug naar eigen land. Anderlecht, half in een zeteltje, want Union en Club tegen elkaar. Ja, maar ja, Genk. Ja. Dat is een hele belangrijke geweest voor Anderlecht. Ja? Want ik heb vorige week gezegd dat ik heel benieuwd was hoe dat ze nu gingen. Heel belangrijk. Nu te winnen. Het is zaterdagavond al. Nee, voor tegen Union gewonnen te hebben. Ja, dat bedoel ik. Dat was echt een hele belangrijke. Ja, maar nu moet er een vervolg komen. Stel je voor dat er gewonnen wordt op Genk, wat zeker niet vanzelfsprekend is. Dan gaat zeggen, twee luik tegen Cercle, dat is nu belangrijk. Dus, dat je nu naar dit was toch als je wint tegen Genk. Als je nu wint tegen Genk, dan is er echt maar één echte titelfavoriet. En dan doet Genk toch vooral al niet meer mee. Dat al zeker. Maar ik denk niet dat Genk... dat Brugge ook wint, hè. Ja, maar dan twee keer cirkelen. Twee strijden. Twee keer cirkelen moet het toch. Allee, dan moet het daar. Ja, maar moeten is het probleem. Nee, maar ik heb je moest ook van kort trekken. Sorry, Genk. Daarom geloof ik ook niet meer in Genk. Want wel om het nog ploegen lastig te maken. Nee, maar voorschrijdend inzicht. Ik heb nu Genk. Ik was op Genk tegen cirkelen. Ja? Genk wordt geen kampioen. Dat was De kans is kleiner geworden. Hè. Maar Cercle heeft nog geen enkele keer teleurgesteld in de play-offs. En wel een beetje. Dat was een drama, echt waar. Ja, maar qua resultaat... 5-9 is fantastisch. Union zou er een moord voor doen. Hè. Maar nu was het echt dat je dacht, allez, jongens. Maar wel, wat dat wel waar is, fysiek wel weer... Dus wat Muslin zei, we hebben er vorige week met extra time... Zo half over gelachen van hij zei blijkbaar die tweede helft tegen Club Brugge, dat komt omdat ze weg waren met hun landen ploegen en ik heb niet kunnen werken en daarom zijn we fysiek door het ijs gezakt en ik dacht we zullen wel zien, hè. Allee, dat is misschien wat veel pluimen op uw hoed. Ja, match 2 fysiek supersterk tegen Union, nu tegen Genk met 10 supersterk, dus het zou wel kunnen. Allee, voorlopig heeft hij gelijk, maar dan moeten ze wel geven En die nee toch tegen Union scoren ze echt op de juiste momenten de goals. Yeah. Nu tegen Genk krijgen ze die 1-1 ook al. Ja, maar ze gaan. Ja, maar ze dwingen dat. Ja, dat sowieso. Ik wil ook niet afdoen, ze maar blijven dat niet geloven. Groter nee, maken. Nee. Ik heb net gezegd dat het een drama was voetballend. Ja. Maar het is tegelijk. En alleen het is toch trainer. Niet anders voetballen dan dat ze doorheen het seizoen hebben gedaan. Want die goal dat ze maken, hebben ze er nogal gemaakt. Warleson heeft al 4 assists, hè? Dat is mijn reden. Dus het is geen assist. Nee, die telt niet omdat er nog 6 man tussen zijn. Nee, maar zijn punt. Hij heeft al wel 4 assists, omdat ze die ballen blijven geven. Nee, maar dat is waar. Maar af en toe, bijvoorbeeld Le Maréchal, heb ik wel in matchen echt goed gezien. En nu is die, ik heb medelijden, want die is eigenlijk gewoon nutteloos. Want om dat te doen... Ja, en de kijken naar overvliegende ballen voor terwijl de luisteraars. Voetballend is die het. Hij was toch ook 2-3 matchen geleden op de bank? Dus ik snap dat ook. Ik vind dat een briljante voetballer, maar als je hem zo niet gaat gebruiken... Maar voetballend te goed voor het systeem, Muslic? Of wat bedoel je dan? Voor wat Cercle nu doet... Dat ook nodig, voilà. Wel. Ja. Dat maar oké, het is hij 5-9, hè? Dus alles wat we hier zeggen is... Je gaat winnen op een jongen. Zever. Ja, natuurlijk, ook dat. Op een eilandcoachje erbij, maar mooi. En ik vond, Genk ontgoochelde mij ook. Nu. Ja. In het niet afmaken? Nee, in te weinig creëren. Echt. En te weinig eruit komen. Franke zei, we hebben een heel goede eerste helft gespeeld. Muzic zei, first half was top. Dan ging ik, jongens, nee. Hè. Het was echt niet goed. En de twee keer dat ze... En ze maken een fantastische goal, Genk. Mm-hmm. En ze zijn er een aantal keren via LOA die wel uitgeraakt. En dat klopt, maar dat moet toch meer kunnen. Kregen niet echt voet aan de grond. El Hadj was matig. Dat was het grootste verschil met die twee matchen. Daar toch? El Ouadi vond ik weer top. Ja. Maar die Tolu moet toch meer zo'n goal kunnen maken? Ja. Dus met de fysieke... Bijna 10 meer op de voorzet. De voorzet moet ook komen, hè? Maar hij doet het fantastisch. Hij was perfect. En de manier waarbij hij ook inloopt... En dat klopt, hè, als Kayem die bal controleert... Trouwens, dat die nu... Allez, ik mag nog even... Maar dat Kayembe en Matze, dat die twee speeldagen krijgen en niemand anders, dat kun je niet. Dat lijkt goed, maar dat klopt echt niet. Hè. Ja. Die hebben pech gehad. Dat zijn de klokkenluiders zelfs. Die moeten bijna belonen. Filip, Hein van Azenbroek was in de studio van de Conference League afgelopen donderdag en hij zei ook, het is gebeurd, het is bestraft, het is afgelopen, let's move on. Ja, maar als die straf niet correct is, mogen we daar in een podcast over. Ja, dat is waar, dat is zeker. Ik vind dat ridicule. Ja, vind ik wat dan wel moeten zijn?
Ja, je mag die daar niet uitpikken, want die hebben hetzelfde gedaan als de rest. Als de rest, namelijk ja. Niet geshot, alleen wat duidelijker niet geshot. Maar dat is niet dat die iets anders gedaan hebben. Hè. Dus gestraft eigenlijk... Weet je wat? Dat is straffen voor de binnen. Ja. Is dat. Gallery play. En daarvan, dat is gallery play. Ja. En ik kan niet tegen gallery play. Maar de vraag is wel, ik vind het wel een goede vraag van Gilles. Wat moet je anders doen? Niks is ook misschien een verkeerd signaal. Daar gaan we niet meer over terug beginnen. Nee. Natuurlijk maar anders heeft een dag in een trainer. Je moet natuurlijk iets doen. Punt is wel, denk ik, voor Genk, dat nu op 7 punten van Anderlecht staat. Als ze niet winnen van Anderlecht, ja, dan is het in principe gedaan met de ambities voor de titel. Voor Genk dan. Niet dat ze die ambities hebben gehad ook niet. Maar dat kwam wel weer even zo. Als ze tegen Start hadden gewonnen, wel even terecht, kwam het. Ja. Maar nu... Dan staan ze gelijk met Brugge, hè. Ik zag terug te veel problemen. Nee, als ze winnen. Ja. Club heeft 33, Genk 31. Als ze winnen, dan staan ze. Maar het leek nu terug te veel, vond ik, in grote delen van die match op het Genk van de reguliere competitie. Ja. En dat was toch te weinig. Niet. Ja, oké. Die hebben te weinig kwaliteit. Maar dat wil niet zeggen dat ze... vind ik ook. Dat ze tegen Anderlecht niet... Dat is wel een ploeg als El Canoes draait. Ja, Anderlecht heeft geen El Canoes, hè. Speelt Genk ook niet liever tegen Anderlecht op deze momenten als ze tegen... Maar niemand heeft toch een fanboy van... Niemand heeft toch een El Canoes. Nee, dat zie je toch. Die stikt er bovenuit. Niemand heeft toch een El Canoes in België. Nee, ja, voilà. Goed. Tenzij toen de Anderlecht nog een Zirikzee had. Dan was het iets anders. Zal er ook Stroeikens dat dat niveau hetzelfde was? Ja, we zullen het zien, hè? Dit weekend. Ik vind hem wel super schattig als hem zo over El Canoes begint. Ik vind dat heel mooi. Ik begrijp vooral duidelijk dat El Canoes is echt nog een trap hoger dan Stroeikens. Maar Stroeikens wordt echt... Die is 19 ook. Het gaat bij mij over, op dit moment heeft Anderlecht geen El Canoes. Nee. En we hadden hem zeker... In de feiten klopt dat, hè. De situatie waarin nu... Maar oké, dat is ook niet... Het is niet El Canoes tegen Stroeikens. Zeker niet, hè. En dat doet niks af van wat Stroeikens aan het doen is. Maar het mooiste aan die, als je daarop begint te letten, die alles vloeit. Die is aan het lopen en die pas vertrekt. En je hebt dat bij wijze van spreken niet gezien. Die moet zich niet even, de meeste spelers moeten zich even voorbereiden, voet openzetten. Dat hoeft allemaal niet. En hij was niet top, vond ik, tegen Cercle. Mm-hmm. Dus ik bedoel, het is niet dat ik vind dat hij iedere keer een wereldmatch speelt. Hè. Maar puur natural gifted. Stekt hem er bovenuit. Ja. Ja. Ze hebben ook minder mensen die dat kunnen overnemen van hem bij Genk als hij minder is. Is dat ook een probleem? Die was bijna terug, had ik in de week gelezen. Dat zou ik wel belangrijk vinden, want dan denk ik dat... Wordt neergeknikt door onze regisseur, die grote Genk fans. Ah nee, Heine gaat niet spelen? Nee. Nog niet? Ja, maar... Blessure aan de buikspieren. Blessure aan de buikspieren. Want die Rune Stiers, als hem nu wel speelt. Ja. Veel blessures. Hij gaat nog niet in de kern zitten tegen Genk. Tegen Anderlecht. Ja. Genk. Ja. Dat gaat een topmatch worden. Dan denk ik, dan had hij wel gespeeld. Maar, en El Hadj even laten rusten. Nee. Vind je anderzijds niet dat Galarza en Rozovski dat wel goed oplossen? Ik vind dat die dat met twee echt wel heel goed doen. Hmm. Zeker in het restverdediging, omdat ze nu niet meer met 3 spelen en die switch maken, is volgens mij niet te onderschatten hoe moeilijk dat is. Terwijl ik echt wel vind dat die twee het allebei goed doen. Ja, provinciën zijn ook heel graag bezig, maar je brengt niet dezelfde creativiteit dat je met El Hadj hebt. Dat hebben we vorige keer ook gezegd, ik ga heel veel mindere matchen spelen, maar de moment dat je een goede match speelt... Dat is waar, maar ik denk tegen dit Anderlecht, dat je Heine meer nodig hebt dan El Hadj. Waarom? Stabiliteit dan. Ja. Om die aan te vallen dan. Jawel. Minder aan te vallen. Die komt op een andere manier. Ja, die komt op een andere manier, maar hij komt er. Ik denk ook dat El Hadj, zo zou ik als trainer redeneren, tegen Anderlecht, waar het niet... Je kunt denken, ja, die gaan een boost krijgen. Ik denk dat net niet. Ik denk dat El Hadj tegen Anderlecht psychologisch net... Met zijn minste match gaat spelen. Ja. Want dat is wel een groot verschil voor zo die stellingen. Ik denk dat toch. Ja, het is alleszins wel de reden waarom we zo lovend waren over geen matchen. Absoluut. En El Canoes, dat is echt belangrijk wel dat die twee... Absoluut. Dat klikt belangrijker dan nog dan andere. Maar El Ouadi is... Allee. Ah ja, credit. Die doet het echt... Misschien ook nog belangrijk, zaterdag is ook ineens de verjaardag van Ait El Hadj. Net. Kan wel meespelen als hij is jarig, of? Ja, ze speelt tegen je ex-club op je verjaardag. Het kan misschien ook zorgen dat je inderdaad gaat forceren, maar... Ik vrees dat. Ja, maar bij dat type spelers wilde dat toch ook? Ja, maar hij doet het altijd. Dat is net waarom hij tof is om naar te kijken. Die draait altijd door. Die kiest altijd voor... Hij kijkt naar daar, maar hij gaat er altijd. en dat is, dat, ik vind dat tof, hè. Maar ik denk tegen dit Anderlecht. Uit en thuis is nog altijd een groot verschil bij Anderlecht. Dat verwacht ik nu wel. Het gaat niet meer zijn zoals op Brugge. Hè.
Nee, want dat was de verdienste van Brugge ook. De... Ja, ja, maar hey, dat waren ze ook niet zo scherp. En niet, dat waren ze aanmächtig zelfs. Ja, het is wel zo, toch geschiedenis in de duels tussen Genk en Anderlecht de afgelopen paar maanden en jaren. Dus ik denk wel dat die allebei... Nee, kijk er wel naar uit eigenlijk. Het is cool, matches op zaterdagavond. Ja. Twee andere play-off matchen op zondag. Het gaat top. Ah, ja, dat is een super scharnierwedstrijd. Ja, een scharnier weekend. Hè. Ja. Ja. Als Brugge op Union gelijk speelt en Anderlecht zou winnen... Allee. Ja, dan... Allee. Dan zijn ze in principe weg. Of voor mij zijn ze weg, ja. Ja, voor mij. Ja, dan mogen we het gewoon niet meer laten liggen. Dan kun je het alleen dat is iets anders. Ja, maar ik vind ook niet dat je dan weg bent. Maar als het omgekeerd is, heeft Brugge de boost van zijn leven. Ja. Als Brugge wint op Union en Anderlecht wint niet op Genk, dan is het tot einde... Ja. En het feit dat Anderlecht zaterdag speelt, gaat Brugge ook nog wel kunnen beïnvloeden op zondag in de motivatie? Of absoluut. Mag dat niet meespelen? Ik denk dat wel. Ik speel liever als eerste. Want winst en verlies heeft een druk die later speelt, ja. Ja, wel, ik ben ook akkoord. Scharnierweekend, bijna elk weekend, dat hebben we ook al een paar keer gezegd. Ik wil het ook wel even hebben over play-off 2, want daar is het eigenlijk plezant. Vind ik, dat zijn leuke matchen. Zijn gekke matchen. Is het ook plezant. Ja. En de meest debiele rode kaart van het jaar, denk ik, is daar gevallen voor Romeo Vermaand. Ja. Dat is waanzinnig. Hè? Dus je kunt dat toch alleen maar onder... ego? Jeugdzonde. Nee, een jongen. Ego ook wel. Ja, ja, wel, maar ego... Maar is een jeugdzonde. Dat denk ik wel. Maar dat sommigen lang last van hebben. Dat is ook waar. Maar hij heeft de jeugd nog als bijkomend excuus. Want je kan eigenlijk op geen enkele manier anders uitleggen, denk ik. Of wel. Jeugdzonde, maar we weten niet wat er gezegd is geweest. Maar zelfs ik denk dat er gisteren is klopt zo iemand die daar zou echt het goorste ooit gaat zeggen. Een zeker... Dus jij weet wat er gezegd is? Nee, absoluut niet. Nee, helemaal. Ik zeg, Vermaand is wel... Ik heb KV Mechelen, Westerlo... Hij wel zo... Heeft dat kantje wel. Hij is wel zo... Het manneke, weet je? Dat heeft hij ergens. Ja, ik snap wat je bedoelt. Op zich niet slecht vind, want hij kan echt goed voetballen. En il assume, allez. Maar voor daar die tweede geel te geven, dan moet hem echt iets verder over. Ik denk dat wat Arnar gisteren zegt, klopt dat hij zegt van... Hé, jij liep wel tegen mij, ik niet tegen u. Maar nee, maar het is de aanraking toch? Doet toch zo'n teken van, leg mij alsjeblieft uit waarom dat je geel geeft. Ja, maar het gaat over de aanraking volgens mij, die een arbiter is. Ja, dat is de waarheid. Eerst loopt hij nog zelf tegen mij over. Eerst loopt hij nog verder en dan draait hem zich om. Ik denk dat hij zegt, hé, jij loopt tegen mij. Ik dacht dat hij bedoelde van, omdat hij dit deed, dachten wij van, hij bedoelt van, ja, geef mij mijn gele kaart dan maar. Verwijzend naar de eerste. En dat de scheidsrechter dan zoiets heeft gedacht van... Ah, gevraagd geel, hier... Eigenlijk moet het ons gewoon verkopen. Ik denk ook dat het dat is. Vind ik ook en dat daarom niet verteld is misschien. Ik denk ook dat dat is. Maar dan nog vind ik dat je niet... Ik als vind, je een tweede geel geeft dan... Als je zegt, geef mij nog één, ja, dan geef dus. Man, wat is dat nu? Nee. Maar als je vraagt nog één wel... Als dat echt is, als je zegt, geef mij maar nog één, ja, dan... Dat is niet wat ik zeg. Dat is het enige scenario waarin ik de ref niks verwijt. Ja, maar ik denk wel dat dat het is wat er... Nee, dat denk ik niet. Absoluut. Ik zeg niet dat hij vraagt voor zijn tweede. Ik zeg dat hij vraagt van, ja, schrijf mijn eerste maar op. Ja, of ga je mij weer schrijf mijn eerste maar op. Nee, bij mij is gewoon van, kom een keer naar mij van, leg mij uit waarom dat je die gele kaart geeft. Je wilt gewoon een conversatie met de scheidsrechter. Dat lijkt mij. Het beste wat hij toch kan doen is hem ook gewoon een gigantische uitbrander geven op de middencirkel. Nee. Romeo Vermaand, als je kunnen luistert... Kunnen we al zijn nummer geraken? Laat het ons weten. Ja, of iemand die Romeo kent, laat hem het... Ja, maar nee, we moeten dat nu live hebben, hè. Ja, maar... Ik ga dat proberen. We zijn nu live aan het uitzenden, ja. Maar ik zal sturen. Is goed. Want laat ons wel wezen, als het iets verbaal is, dan moet het al bijna Materazzi-Zidane-niveau zijn. Hè? Dat is mijn punt. Ja, nee, dan zelf had de scheidsrechter een kopstoot gegeven. Ja, dat zou ik nog cool hebben gevonden. Zelfs als zegt hij, geef me mijn tweede geel, dan zou ik als ref zeggen... Nee, dat vind ik ook zeggen. Manneke, maar opletten, want ik doe dat echt. Hè. Ja. Je hebt één kans niet om je te herpakken, maar... Trouwens, ook de scheidsrechter is Franstalig en Romeo Nederlandstalig, want misschien... mee kan te maken in de miscommunicatie, zonder dat ik zeg dat dat een excuus is. Nee, maar dat kan ervoor zorgen dat in tijd van de strijd... Als speler weet je toch altijd of die ref vanstalig is of niet. Ja. Dus je gaat daar niet dan in het Nederlands iets tegen zeggen, dat geloof ik precies niet. Maar... Of die mens is familie van Quentin Pirard, hè? Die energie. Dat kan ook. Heb jij zijn nummer? Ik heb gestuurd naar Tuur om te vragen, maar ik heb hem zelf niet. Tuur, die ligt op strand, hè? Ja. Zorba. Days off are different here. Island boy. Er is wel een kleine staart aan. Island boy. Ah, ja. Dat was een mooie foto. Island boy? Ja. Wat op zijn Instagram heeft? Of, ja, op zijn. Ja. Yeah.
Ja, Mechelen wint die match uiteindelijk nog. Hè, na 0-2 te hebben achtergestaan. Gent verliest en dus is het toch weer spannend. Maar dat beïnvloedt die match wel. Hè? Ja, wel, dat is mijn vraag. Want dus dat beïnvloedt heel play-off 2. Ja. Ja. Dus het is niet als je play-off 2 serieus. Want ja, okay, voor Westerlo valt er moet je doen. Ja, dat moet je doen. Voor Westerlo valt er misschien niet meer veel te winnen of te verliezen. Dat kan ik nog begrijpen. Maar aan de andere kant, die spelen ook voor geld. Dus ja, die hebben hun premie nog wel. Die spelen altijd om te winnen. Ja. Ja, dat ook. Ja, dat maar ik kon maar zeggen, ja, Gent, die verliezen nu en daardoor komt Mechelen dichter. Ja, ja, klopt. Allee, dat beïnvloedt heel play-off 2. Nee, bovendien, als je Westerlo bent, je staat 0-2 achter de kazerne, dan wilde dat. Dus wel, ik was wel 2-0 voor Storm. 2-0 voor, sorry. Ja. Voor Nicolas Storm, die deed het echt meekantelen, hè, nu. Ja, ik ben wel akkoord met wat Hazi zei, van je moet wel tegen 10 man nog 3 goals maken, want dat is immens moeilijk. Hè? En de meeste uitspraken van coaches zijn, ja, jullie denken altijd dat het makkelijk is tegen die. Maar dat is ook zo. Dat is dus echt niet makkelijk. Nee. Dus je moet er wel 3 maken. Ze hadden wat geluk met die eerste, die een beetje tegen de lat. En dan, maar het was wel, en dan de own goal, maar het, wel iedere keer Storm die het openbrengt. Ja, ze dreigde enorm tweede helft. Ja. En Slimani die er eens eentje maakt. Ja. Dat was ook tof. Oh, die dingen met die Kaya. Ja. Hey, echt, dat is prachtig. Ik vind dat bijna het beeld van het jaar. Ik sta er blij en dat die kan gaan, want echt. Die blijft Ja, absoluut wel. Ik zeg niet dat het fout is. Ik zweer u, die pakt het ook bij zijn keel. Ik ben akkoord. Maar het is niet dat hem rustig bleef. Nee, maar dankzij de rest. Zijn eerste reactie is fel, maar daarna heeft hij toch redelijk snel al van... In zijn gezicht. Ja, maar boos mogen zijn. Je zet al razend. Ja, dus uw winstpremie, want die spelen om te winnen. Uw winstpremie is al gaan vliegen. En dan weer met standaard van eind september geleden dat die een uitmatch hadden gewonnen. Eind september, het grote standaard. Dat is onwaarschijnlijk. En dan gebeurt dat. En dan worden er zo... Je verwacht dat totaal niets. Het is echt een bowlingkegel die omver gebouwd wordt. Allee, dat is zo'n goed beeld. Dat is voetbal out of context. Dat ziet er zo had dat toch ook een beetje. Hè? Die liep toch ook zo tegen Amuzo bijna. Ay, zonder dat er daar een opstootje uitkwam. Maar... Ja, maar weet je wat kan ik begrijpen? Als je... Je scoort en je loopt weg. Ja, de eerste en je twee knalt meters. Een onderuit in de eerste 2 meter in een dicht bevolkt stadion. Ja, met die 40 meter aan het lopen. Dat was op de middenlijn. Allee, bedoel. Ja, maar als speler sta je daar toch ook veilig. Ja, je mag daar niet omver gelopen te worden. Ze doet het glazen plafond en ineens door de muur. Niet normaal. Echt zo grappig. Maar dan moet hij diezelfde hoekstrijk mee liggen met dit. Ja, nu wel sowieso. Maar en ook de stadionomroeper, dat vond ik ook heel goed. Ja, maar zijn er finally van Corolla door? Ja, maar dat is dus dat ding. Dat is naar hem, hè. Ja, ik weet het wel, maar dat is toch ook niet zo tof? Anders zeg de eindelijk, ja, wel als je gescoord hebt. Ja, maar finally, dat is toch een bloem in de pot kan plaatsen. Nee, ik denk dat hij dat kan plaatsen. Dat is in match 47, dat was zo. Wij gingen die in de janee doen. Kaya, dat was de bedoeling. Hè? Je begint met een lach, met dat fantastisch beeld. Frankie was er echt ontroerd over. Die zei, ik was de voor ons supporter. En gelom maar lachen. Wij wilden die in de janee. Ja, hij zat in Barcelona. Hè. Dus dat was moeilijk. En ik zeg, jongens, probeer dat. Maar die gaat dat nooit doen. Hè. Want die weet ook waarom dat wij hem bellen. Hè. Niet omdat dat een wereldgoal is. Nee, we bellen die omdat die Ekonga omverkegelt. En omdat dat zijn eerste goal is in 47 matchen. Hè. Je wilt eigenlijk erom. Ik verschoot ook dat hij zo juichte. Ergens wel, snap je? Je zou bijna denken, ik heb nu gescoord. Het is mijn eerste is even... Allee, low profile, weet je? We vergeten het hier. Want je wilt... Dat is een rare goal. Dat is ook een goal waar je eigenlijk niet mee wilt uitpakken. Nu, omdat de gelijkmaker is in de laatste minuut wel. En waar Frankie wel gelijk in heeft, zijn ploegmaat, dat is wel mooi. Hè? Ja. Iedereen dat wel echt wel. En het is toch ook goed gedaan? En het is goed gedaan, ja. Maar ik zou gezegd hebben dat ik in Barcelona zat. Volgens mij zat hij een haspegau peren te eten, jong. Echt waar. Ja. Hetzelfde met Skoras, die hem ook heel goed binnenlegt. Ja, en Slimani is dan minder super binnengeschoten. Hij reageert wel minder uitbundig, hè. Slimani, ja, maar zelfs Slimani vond ik. Ja, hij riep toch wel. Ja. Maar wel met frustratie dat er echt vanaf ging, hè. Bij STV had ik al meer dat het is van... Iedereen die was aan het wachten tot dat eigenlijk ging stoppen. Stel je voor dat je die kan gaan blesseert. Ja, maar ja, kan, en dat kan ook ernstig zijn. Hè? Die staat er niet in zo'n spieren en volledig ontspannen. Van, dat is echt... wel echt te fenomenaal. Ik zei, X-Play is plezant. Ja. En die bal ertussen was Steukers, hè? Ah, dat was Steukers. Ik dacht dat de loge was. Die Steukers. Ah, die snijdt de zee open. Als die naar binnen komt, dat is echt wel. Ja, die snijdt de zee open. Dat was echt heel goed. Je hebt blikopeners en je hebt mannen die de zee splijten en dat is nog beter. Dat was echt mooi. Punten ook voor Mathieu Maartens, zijn tweede goal. Wauw. Ja, wauw goal. Dat is echt een spitse goal. Allee, en dan nog zijn er weinig spitsen die dat kunnen. Spitse goal. Ja, het is vond het fantastisch gedaan. Maar ja, die kan wel echt goed. Maar ik had het gevoel dat hij die bal nam. Allee,
niet volle wreef, hè. Nee, daar is op letten. Die... Maar je kunt toch niet in de draai daar ook nog eens vol op? Ja, als je langer wacht. Maar dat is net, daar wil ik net toe komen. Het feit dat hij het zo snel doet, want het is Watanabe, hè, is geen sukkelaar. Het feit dat hij dat zo snel doet, is dat hij die eigenlijk op een hoger punt pakt, waardoor dat je niet... Dat is supergoed gedaan. Ja, het is echt goed gedaan. Ja, en op het einde van zijn draai... Dus, ik herinner mij, Alderweireld heeft ook zoiets op Loris geschoten in de halve finale. Ja, uit een corner. Die hij er wel heel mooi uithaalt, Loris. Ja. Dat is toch super. Maar dat was van dichter en zachter. Ja, dat was van dichter. Ja. Ja, dat is minder mooi. Maar dat lijkt mij een van de moeilijkste dingen zijn, technisch. Dat is heel goed Maar het is zoals Sam zegt, dat is echt wel een goede voetbal. Ja. Hij heeft wat pech gehad, maar... Ja, toen wij denken aan een fase, de baltoets in Kortrijk-Charleroi van de man hier in de zetel. Ja. Dan Heijmans. Wie zou het zijn? De kans, je plat van de voet, geduwd en iemand haalt er uit. Ging wel goed. Goed eruit. Die bal komt terug. Nou, nog even ergens tussen. En jij maakt u klaar om te volleyen. En je ziet dat je gaat afgeblokt worden. Aan de baklijn. En dus in plaats van naar de goal te shotten, tikt hij hem buitenkant voet. Veranderde hij in de lucht van gedacht. Dat is buitenkant klasse, voet naar een ploegmaat. Dat is klasse, hè. Ja, Philippe is er niet veel uitgekomen, maar ik kan wel een beetje shotten. Dat was dat klasse. Dus ja, maar ik leg even uit waarom. Ja, hij stuurde mij door, want hij, ik denk, uitgesteld ook aan het kijken. Ja. Hij zegt van, op de trein, denk ik, naar Charleroi. Ja, er wordt gekeken in St. Pancras naar Kortrijk. En hij stuurde mij dat filmpje door, dat ik die bal zo... Die ja, dat was echt goed gedaan. Dat is echt, ik was blij. Blij voor u. Echt wel, dat was heel goed gedaan. Ja, ik was nog blijer voor Daan, voor die drie punten natuurlijk, want dat is al toch wel in het kopje een gigantisch verschil. Wel een heel mooie eerste goal, hè. Een beetje de denken aan die van Genk, toch? Qua opbouw. Ja. Oké, dan... Niet in de lucht, hè. Dabag shot er nog. Dabag was even Lukaku tegen Japan. Tegen Kroatië. Ja, die zei tegen mij... Die zei tegen mij dat de verdediger die een andere weg aanraakte, maar dat was toch niet. Nee, dat was Nee, je ziet ook Daan heel even van, dit meende niet, en dan staat beneden er gelukkig nog om. Ja, dat was echt een goede aanval. Ja, dat was echt hoe dat de middel wil spelen, van achter en dan een switch, en dan, dat was echt een goede. En dat is grappig, want jij doet nog een overstap. Dat doe ik normaal nooit toe. Ja, maar je doet die, en achter u is, ik denk, Dari, die dus van, die wil dat het sneller gaat, maar je moest... Ja, wachten tot de laatste seconde. Ja, de tijd was ideaal. Ja, dat is wel grappig. Maar was de bus weer terug? Ja, het was een keer anders. Ja. Ja, maar echt zalig. Ja, het was echt... Want we komen dan weer 1-0 achter. En eigenlijk, zij hebben ons onder controle en wij hebben hun onder controle. Snap je wat ik bedoel? Het is zo, je hebt allebei niet het gevoel van, we gaan dat hier weggeven. Ik heb dan die kopbalkans die eigenlijk goal moet zijn, met mijn linkervoet een kansje. Dus eigenlijk kunnen wij voorkomen en dan op een corner die dan wordt geflikt aan een tweede paal, komt de 1-0 achter. Mm-hmm. En ja, dan denkt hij net voor de rust van, het is weer van dat. Ja. En eigenlijk de tweede helft is eigenlijk hoe dat wij heel die playdowns nog moeten spelen. Dat was dominant, niet per se met 10, 15 kansen. Maar dat was wel een tweede bal opvakken, terug naar cross. Dus dat was de tweede helft was leuk om mee te doen. Min één momentje. Koffie. Oh man, mijn hart. Hey, man. Ja, dat van mij ook zo. Die dribbelde zichzelf toch ook gewoon. Die was die bal gewoon drie keer kwijt. Ja. In één fase. Die doet met zijn voet nog dingen en die kan net zo goed die bal nog in de loop van die Davies. Allee, Davies, dat is ook een goeie snelle. Ja, dat is een goeie. Ik vind dat een goeie. Ook een rotspeler om tegen te komen, toch als verdediger? Ja, die loopt en die is snel en je kan hem altijd diep. En, Koffie, maar ik stond daar ook op te kijken en ik dacht echt van, dat kun je toch niet menen. Op hoeveel was het toen? 1-1. En het is heel uw dingen is. Hij zet daar recht en hij is hem dan voorbij. Ja, en dan blijft hem nog wachten. Om te kijken. Ja. Maar hij is nu, we hebben het dan gisteren over gehad, hij is nu blijkbaar rond met Lens. Dus een League 1 ploeg, daar zouden we nu blijkbaar mee rond zijn. En het zou blijkbaar al een maand geleden getekend geweest zijn. En de fysieke test en zo zou een maand geleden al gebeurd zijn. En dat is eigenlijk nooit naar buiten gekomen. Het is wel een naderlating, voor Charleroi. 40.000. Maar die op zijn lijn. Is dat iemand dat je als Charleroi was en dat niet kunt houden. Ja, zijn enige nadeel is dat hem zo deze fase iets te veel in zijn spel heeft. Maar op zijn lijn is dat... Die hebben een mooie match gespeeld in de Champions League. Hè. Die hadden Arsenal, PSV. Oké, die zijn niet door. Maar die waren echt... De beleving daar is... Waanzin. Dat stadion is zalig. Echt, die hebben ook zo'n clublied dat ze voort. Dat is, dat is schitterend. Super bekend geworden in BNV Celestie. Ja. Dat is, daar zit een scène in van. Dat daar is Spionk ook vooraf. Aan de zijkant, denk ik. Ah, sorry. Ja? Dat is een kleine filmtip, Filip Joos. De Stie, voor wie dat nog niet zou gezien hebben. Wie heeft het scenario? De Danny Boon. Ik weet dat. Danny echt? Boon. Ja, dus dat is een bekende comiek. Jij wist het niet?
Nee, ik wist het niet. Allee, nee, het wel, maar nu hij het zegt, weet je. Ja, nee, nu weet ik het puur om te lachen. Ja. Nog één dingetje, Wilfried Mostings gaf commentaar bij Kortrijk Charleroi. Hij heeft iets gezegd waarvoor, wat hem eigenlijk moet inslikken, dat is Daan Heijmans is geen afrikker. Ja, ik heb het gehoord. Dat zette jij wel, hè. Laat ons wel wezen. Ja, ja, in principe dus, kun je dat wel. Hij moest er dit seizoen bij. Ja, voilà. Ja, exact. Dat was ik ook aan het denken. Dat dacht hij misschien. Maar je evolueert als voetballer, hè. Van afwerken naar geen dan wel geëvolueerd. Nee, dat kan niet. Tegen een verhaal als mens als speler. Nee, dat gaat keren. Dat gaat echt keren. Overigens, ja, de ketchupfles. Ja, ik was eigenlijk teleurgesteld in. Ja, maar ik bedoel dat sowieso niet slecht. Maar ik laat ons hier luid en duidelijk voor iedereen roepen. Dit jaar. Nee, maar dat komt bij mensen wel zo binnen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Terwijl dat eigenlijk... Ja, dit jaar ben ik ook gewoon een afwerken. Maar laat ons bij nu zo recht zetten. Je bent wel een afwerken. En vooral krijgt nog altijd... Als je dat naast elkaar wil zetten, veel, veel kansen. En daar moet je ook naar kijken. En daar kijken clubs. Voilà, en op een gegeven moment gaat dat wel. Gaat dat wel keer. Overigens, Lens, keeper, Belgisch voetbal. Ooit. Allee. Cedric? Nog iets? Ne? Nee. Niet iemand die bij Lens in de goal heeft gestaan. Ja, okay. Lens, keeper, Belgisch voetbal. Die drie trefwoorden. Anderlecht. Vier trefwoorden. Henk? Europees. Vijf trefwoorden. Mai. Dat zegt zijn voornaam nog. Jacky Munaro. De Steen. Ah. Nooit? Nee? Nee. Heeft hij bij Lens geschot? Nee. Anderlecht verliest 1-0 op Lens, een terugspeelbal en Munaron. En iemand gooit een steen uit het publiek op de bal en over Munaron in doel. 1983. Dat was in Lens. Ja. Ik ken dat beeld ik min nog wel. 5. Ik wou dat gisteren tonen, dus we hadden koffie klaar staan en we zijn dat vergeten geven. Echt zo shit. Want dat beeld van Munaron wou ik ook tonen, gewoon omdat ik weet van, dat is niet meer zo... Zo, dat was enorm, hè. Dat was, in de terugmatch het Anderlecht het wel recht. Want dat is het jaar, denk ik, dat ze finale tegen Tottenham spelen. 83-84. 83 winnen ze van Benfica. Dat is niet het Nottingham Forest jaar. Nee, of... Nottingham was volgens Anderlecht voor Benfica. Benfica is 83. Mei 83. Okay. Ja, dat is Anderlecht Benfica, hè. Het jaar erop is Anderlecht Tottenham. Penalties verloren op White Hart Lane. Met Chifo, dat moest ik zeggen, ja. Wat moest jij zeggen? Jij moest Chifo zeggen. Ah, sterk. Ik heb niet geluisterd, maar er hebben maar vijf mensen gezegd. Ik wist dat Chifo in de eerste 10 minuten. In de eerste 10 minuten. Chifo scoorde tegen Nottingham. Dat kreeg ik iets als ik het binnen de eerste 10 minuten zei. Ja, eigenlijk wel. Maar ik moet wel luisteren noemen. 56 minuten ver. Oké. Ik zal vergeten, maar... Ja, toen hebben zij, wist ik het direct. 6 punten voor nu op RWDM. En volgende week thuis tegen RWDM. Ja, klopt. Nee, twee keer open nu. Twee keer open, sorry. Thuis open. Ja, klopt. Dat zal open. Het zal er zijn. Ja, dan ging toe komen. Onze clubwatcher van Eupen zit hier. Maar in principe, als je nu haalt van Eupen... Ene winnen is thuis. Dan is het grootste gevaar geweken. Als ik mij voorzichtig uitdruk. Dat is waar. Ja, deze was gewoon immens belangrijk. Ja. Was wel een leuk moment met... Je weet, ik ben een grote mol-fan. Ik ben een mollenjager van Gilles' programma. En op een gegeven moment moet ik dus het interview doen. En het interview is eigenlijk aan de kant van de spionkop van Kortrijk. Dus ik was dan naar mijn ouders nog gaan groeten. En dan was ik naar daar gestapt. En dan zijn er natuurlijk allemaal mensen die u uitschelden voor het vies van de straat. Maar er was ook iemand en die riep van, Daan. En ik kijk zo. En nu zo teken van, zo. Ik zeg ze van, ik herken je van. Ik zeg, van waar ken ik u? Van de mol. Ik zeg, juist, jij lag er in de eerste aflevering uit. Dat was een ding dus van Gulligem. Dat was iemand die constant Gulligem aan het uitspreken was. Dus ik heb mij gedoucht en ik ga buiten. En die stond daar dus achter de schermen, waar hij dus blijkbaar nu ook mag komen, aangezien de mol deuren opent. En ik had mijn truitje al weggegeven. Hij zei, maak je truitje? Ik zeg van, dat gaat niet. Hij zegt, anders geef je een polo. En hij zegt dan moet jij mijn hemdje hebben. Hij had zo'n wit Ibiza hemdje aan, zo'n korte mouwen, zo heel oversized. Ik zeg, dat is goed, dus wij wisselen dat. En we tekenen een foto, we sturen dat naar Jill. Dezelfde reflex als de En hij zegt zo na die foto, Daan, sorry, maar dat hemdje, dat is eigenlijk mijn favoriete hemdje, mag ik dat toch niet houden? Nee. Dus ik heb mij een polo meegegeven en het hemdje terug afgegeven. En dan de boze. Ook niet erg is, want dat hemdje, I love Gillian, maar dat hemdje is niet zo heel mooi. Denk nee, het ik. Geen mooiere kleren. Het is geen tophemdje. Nee, maar het was plezant. Over naar de clubwatcher die de dankbare taak heeft om Eupen van dichtbij te volgen. Dat lijkt mij niet de prettigste taak te zijn, Gilles, op dit moment. Ik moet zeggen, ik heb verrassend goed kunnen genieten van die wedstrijd. Mede omdat ik heel
hard hou van voetbal, waar dat geen supporters zijn, maar ik graag hoor wat er op een veld gebeurt. En dat was dus het geval in RWD tegen ter wereld. Ja, ik ben waarschijnlijk een van de enige ter wereld, maar tijdens COVID, ik kon er echt van genieten dat ik door had wat dat spelers naar elkaar riepen en zo. En ik vond het wel leuk om de beleving van een match zo eens te hebben, want ja, na in belofte voetbal te hebben gewerkt, miste ik dat wel, om zo eens echt te horen wat er op een veld gebeurt. Maar dus Eupen speelde op RWD. Kom, tweede nationale. Daar staan veel mensen. Ik hoorde hetzelfde zeggen. Maar ik krijg dat Sarin toch vol. Ja, maar uitmatchen. Daar hoor ik toch niet anders wat de spelers zeggen. Als van Hasselt komt. Maar ja, anyways, ik was naar Eupen gaan kijken, die met 3-1 verloren op RWDM. Scoorde wel een penalty, ze kwamen voor. Penalty van Manier. Maar daarna is het eigenlijk een beetje helemaal ineengezakt. Mede door een goede RWDM, dat moet ik wel zeggen. Ik denk wel dat, als ik zo nu heb gekeken naar die eerste twee matchen van alle vierde ploegen, heb ik dat wel zoiets van, ze terug. Dat gaat echt wel de ploeg zijn die jullie het vuur aan de schenen gaan moeten leggen. Ja, gewoon echt kwalitatief gewoon te weinig. Ze hebben zelfs al gewisseld met de mensen voorin. Nu was het met Charles Cook en Emo, maar ze staan eigenlijk te weinig op het veld om dat te kunnen winnen. En zeker in die omschakeling, want het is dan 1-1. En dan proberen ze wel te komen, maar RWDM is echt, ja, ik ben echt wel fan van Yannick Ferreira. Die waren in de omschakeling heel goed. En de coach Andersson die zei het ook na de wedstrijd van, ja, we hebben eigenlijk te veel laten liggen op dingen die dat we wel wisten dat we moesten doen. Dus dat is eigenlijk al een beetje, denk ik, aangeven van, ja, geen antwoord hebben op een RWDM. Ik zal heel neutraal zijn in Eupen-Charleroi. Maar het is, ik denk dat, dit, dat het gewoon echt veel te weinig is deze keer. Is vogels voor de kat, is dat het gevoel? Ja, het is bijna afwachten tot dat het zeker is dat je laatste gaan worden. Welk? Ik denk dat ze zelfs laatste gaan worden. Ja, want zelfs Kortrijk vind ik eigenlijk. Daar zit meer leven in, heb ik de indruk toch op zijn minst. Ja, dat is, alleen, we dachten allemaal dat Kortrijk het beter ging doen dan wat ze tot nu toe gedaan hebben, toch? Dat wel. In de play-off. Ja, maar twee punten en ze hebben degradatie play-off. Maar ze waren wel niet heel... Niks voorbij. Ik denk ook wel RWDM, maar op basis van de play-offs. Ik vond Kortrijk tegen Charleroi nog beter wel dan twee zeker. Eupen zeker en Kortrijk Eupen zeker? Leidt dat voor iemand nog twijfel? Ik denk wel, ja. Er moet een mirakel gebeuren, denk ik, als daar nog iemand de doelpunten gaat maken. Want het is op penalty, ze creëren zo moeilijke kansen. Het is, ze missen dan ook nog die een tweede penalty. Ook nog, die wordt gepakt door omdat hij eigenlijk in dezelfde hoek terugtrapt. Die in AB vond ik, sowieso, ik heb een paar matchen van RWDM in het stadion gezien, dan viel mij die iedere keer wel mee. Die was goed. Ja, die heeft, de match en die gezien, is dan die toch wel mee. Weer zo wat weggezakt, maar ja, en zo'n ik denk met Ferreira, ik denk dat echt wel... Maar er was meer structuur en het is ook wel gezegd. Allee, het is moeilijk om dat niet uit te spreken, omdat we er tegen spelen, maar het is inderdaad wel misschien de zwakste ploeg op het moment. Mm-hmm. En RWDM en Yannick Ferreira, die hebben inderdaad stappen gezet. Dat was bij ons vorige week. En heel snel. En dat was nu te zien. Terwijl dat er geen andere spelers eigenlijk op het veld staan. Het is wel echt gewoon stabiliteit gecreëerd. Mm-hmm. En die AB is inderdaad wel... Die was en Biron maakt de penalty fout nu, mist de penalty op Charleroi. Ja. Die gewoon... Ja, als ze daar verliezen, dan... Die verdediging staat er ook... Het heeft mij verrast dat... De verdediging, zeker als je ziet welke namen dat er in die verdediging van RWDM staat eigenlijk ook nog wel verrassend sterk en goed voor eigenlijk... Daar zitten geen grote namen, zoals je hebt voorin nu wel een Mercier, die dat wel een naam is in het Belgisch voetbal, en Biron en Gueye, die allebei wel hun statistieken mee hebben in de voorbije... Gueye dit seizoen en Biron vorig jaar. Maar bij de verdediging zit dat eigenlijk niemand van top. Daar zitten leenspelers van Crystal Palace, bij wijze van spreken, bij. Ik vind wel indrukwekkend dat die daar hebben kunnen neerzetten. Mm. Ik ben elkaar bijna meer clubwatcher van RWDM. Ik wou net zelf zeggen. Echt net zelf. En Adelaide, Rijn Adelaide speelde. Rijn Adelaide is van naast kapitein. Dat doen we voor het eerst in lange tijd. Maar hebben ze nu verlengd de optie? Die blijft nog een jaar in RWDM. Aan Domo? Ik heb er precies van gelezen. Ik heb net gelezen dat hij terug naar Antwerpen. Ja, ik had dat in Antwerpen. Of Antwerpen dan de optie gelegd? Ja, Antwerpen ligt om te verkopen. Om te verkopen, ik zou die wel... Als ik een Belgische, niet topploeg nog... Hij is er wel doorgekomen deze jaar. Ja, ik vind maar als ik een middenmotor was, dan zou ik... Dat heeft hij wel nog nodig. Die moet nu ook niet... Nee. Daar mag dat niet van zijn eigen verwachten. Nee, dat mag, en dat is misschien het probleem. Maar KV Mechelen... Maar als we het dan hebben over Antwerpen heeft geen Westerlo. Geld. Mogen we wel een middenvelder gebruiken. Misschien dat de bruggen daar al zijn verbrand. Daar heb ik nog geen contact over gehad en zo. Maar. De optie gaat wel gelicht zijn als ze al weten waar het hem verkocht gaat worden, lijkt me. Ergens. Ja, of uit schrik van, je gaat Keita ook nog moeten verkopen. Je hebt al een groot gapend gat waar dat Vermeer ooit stond. Ga wel iemand moeten komen en als er al geen geld is voor te eten. Ja, daar wil wel iets voor te zeggen, ja. Ja, dat is waar. Maar dan mocht je niet meer verwachten dat je de topploeg bent als je op Bomen moet bouwen. Nee, nooit.
Dan moet je ook maar als je deze zomer weer moet verkopen om de put te vullen en niet om te vervangen... Dan gaan veel jongens weg. Dan gaan ook Janssen zeggen van... Van Bommel. Waarom moet ik... Allee, dus dat, het is te hopen van niemand. En Juke is ook al... Nodig dat de Antwerper erbij is. Gesteld, sorry. Leuk en verfrissend, alleszins. Maar nu we het over RWDM hadden, mogen we wel een pluim aan onze collega-podcaster Joris Brijs geven. Voor zijn intro in Sports Late Night. Ah, heel goed. Of zonder supporters. En ze mogen zich geen slippers zorgen. Wel briljant. Ja. En wel, als ze het niet stuurt, nooit dat je het door hebt. Nee, dan hebben we het niet door. Maar dat is zijn fore, die maakt van elke intro. Daar zit altijd wel iets in bij Joris. Dus voor de puzzelaars onder ons, altijd luisteren naar Joris Brijs, want het is een moeite. In Sports Late Night. Ik vind dat hij bijna zou moeten... Hij zou bijna moeten die op hij heeft socials, hè, Joris, hè, die daarop gooien nadien. En zo'n club met en dan met een D schrijven. Of aan Italiek. Allee, even zo voor de fanpers. Ja, ik denk inderdaad aan niemand het hoor. Nee. Maar soms is het ook veel meer obvious. Hè. Ja, Ferdi Druijf ooit bij Mechelen ging shot en dat was Druijf, weggeplukt bij het... Welke club dat was. Ja, maar ook dat moet er. Maar ook dat passeert. Ja. Dus ja, shout-out voor Joris Brijs. Zo... Die passie ook nog insteekt. Dat is waar. Ja. Gesteld dat Charleroi play-off 3 of de play-downs wint. Zij stellen dat. Wat zeg je? Zij stellen dat. Nee, ik zeg gesteld dat, en jij moet u daar niet over uitspreken, en dat het gaat tussen RWDM... Ik stelde eigenlijk ook wel. Voilà, oké. Okay, ja. Ik wou u de kans geven om daar... En dat het zou gaan tussen RWDM en Kortrijk voor die tweede plaats. Waar ik wel 100% zeker over ben, is dat wie dat ook wordt, in principe die barragematch tegen de 1B-ploeg met de vingers in de neus moeten winnen. Want dat verschil is wel heel erg groot. Ja, maar als je thuis en uit... Stel dat Kortrijk zo te waar game is? Ja, dan is er natuurlijk wel iets. Mag ik daar nu voor tekenen? Dat kan, hè. Maar het al veel gebeuren. Hoe is het systeem? Dus in tweede gaan de eerste twee op. En dan spelen die eerst nog play-offs. En de winnaars van die play-offs spelen dan tegen... Nee, de eerste twee gaan op, sowieso. En de derde... En de nummers 3 tot en met 6 spelen play-offs. Nee, de derde speelt tegen de zesde. Twee matchen. De vierde speelt tegen de vijfde, twee matchen. Finale. Die spelen dan finale. Ja. Ik denk ook twee matchen. Daar ben ik niet zeker van. Maar dan duurt dat toch nog keihard. En de winnaars daar dan nog thuis en uit. Die zijn nu na dit niet meer. Die hebben nog één wedstrijd. Bijvoorbeeld Sulte Waregem, die kunnen nog bij de eerste twee eindigen. Die kunnen nog in die play-offs en die kunnen nog zevende. Ja, maar de kans dat die bij de eerste... Allee, dat is heel klein. Dat bestaat, hè. Want er zitten echt... Die punten staan super kort op elkaar. Ja. Je moet niet opzoeken. Ja, het zit allemaal wel dicht op één. Ik heb het ook moeten opzoeken in de week. En het is effectief dat er van die vier ploegen... Dat kunnen nog heel veel... Dat kunnen echt nog een tiental combinaties zijn. Ik denk enkel Patro niet, omdat die, als die winnen, die hebben minder gewonnen matchen. En die staan 3 punten achter. Dus de stand is nu... Beerschot is al zeker. Denders heeft 51 punten. Gilles is kampioen, zeg het maar. Als Beerschot is kampioen. Dank u. Ik zal u vrijdag wel zien. Dender heeft 51 punten en staat tweede. Nummer 3, Deinze, heeft 50 punten. Nummer 4, Lommel, heeft 49 punten. Nummer 5... En nummer 6, Zulte Waregem en Patro IJzer hebben 48 punten. En nummer 7, Club Luik, heeft 46 punten. Ja, er is een ploeg die nog... Patro IJzer, die spelen nog op Beerschot. Waar er, denk ik, al een feest in gang is gezet de voorbije dagen. Die kunnen nog wel winnen, denk ik. Dat zal, dus ja, er zijn ook nog ploegen die nog tegen belofte ploegen spelen. Ja, dus op, jong, die zijn, dat denk ik ook. Dat, ja, ik heb zoveel beter ik heb, zijn die nu. Ik ben Chimanga tegengekomen bij de Kapper. En ik denk dat dat een hele toffe... Namiddag zal het niet keer. Ik las van Verlinde dat er nu interesse heeft van Schalke 04. Wel eens? Verlinde. Interesse van Schalke 04. Ja, dat kan, ja. Ja, die gaat denk ik wel ook verkopen. Ja, maar dat is toch wel een straffe stoot. Van tweede klasse in België naar Schalke. Dat is toch een super grote club. Ja, maar Schalke is ook niet wat Leverkusen. Maar dan nog. Maar dat is wel elke dus hij heeft wel heel goed gedaan. Er was toch dit jaar een speeldag in de Bundesliga waar er meer volk in de tweede Bundesliga was gaan kijken dan in de eerste. Ja. Oké, ene speeldag en alles zat mee, want Dortmund speelde niet thuis. Het is wel ongelooflijk. Om wat te zeggen, niet alleen in play-off 2 is het ook plezant. 1B, daar staat van alles gebeurd. Maar we willen toch Kortrijk Zulte Waregem. Ja, ik echt wel zien. Ik zou het liefst hebben dat Zulte Waregem terug naar eerste gaat. Ja. Dat is een dat mooie bedoel club, ik, maar gewoon die twee matchen, man. Kom ja, man. Dat is toch... Nee, niet tegen Kortrijk. Sorry, ik had liever gehad dat... ik moet mij juist uitdrukken. Ik had liever gehad dat Zulte Waregem mee... opging in de Beerschot naar eerste. Want heeft Dender... Dat is wel fantastisch dat die ploeg daar staat. Maar ja, zijn die allemaal in orde met licentie? Ja, dat weet ik niet. Dat moet ik op. Ze hebben koks die eten maken, denk ik. Maar kan niet iedereen zeggen tegenwoordig blijven. Okay, dat is goed. We zijn aan het dilemma toe, lieve Sam. Dus het woord is aan jou. Het dilemma is Engelse spits.
Prime Michael Owen of Prime Alan Shearer? Alan Shearer. Ik vind dat moeilijk, omdat wij die niet bewust hebben meegemaakt, Shearer. Dus jij ook al niet? Ja. Niet superbewust. Ik bedoel, Owen is toch een pak recenter. Misschien 5-6 jaar later zijn we toch ook niet. Nee. Owen heeft een Ballon d'Or gewonnen in 2004. Ik denk dat voor mij het verschil is tussen... Denk ik wel 10, hè? Oké. WK 98. Maar Shearer is veel langer prime geweest dan Owen, hè? Dat veel langer wel, maar... Ik zou altijd Shearer pakken. Alle records, alle dingen die een Ballon d'Or van Owen is de zwakste Ballon d'Or toch van de... Nee. Dat jaar was die wel fenomenaal, hè. Oh. Maar beter dan welke van alle Ballon d'Or. Ik ben nooit fan van Owen geweest. Nee. Sorry. Ja, okay. Je moet je niks zeggen. Hier mag alles gezegd worden, Flip. Ik wel voor het dilemma. Het respect voor het instituut dilemma. Dat is iets anders. Ik vind echt dat jaar van Michael Owen was echt tot. Maar ik wil daarom niet zeggen dat de keuze Shearer fout is. Nee, dat jaar zal Michael Owen hard als een die hebben gehouden. Maar Shearer komt in elke match of the day, komt hij in een van die... Als je naar alle matchen kijkt en nooit... Komt hij in de statistiek, komt hij nu. Ja, Isaac. Dus Isaac heeft nu 6 matchen op een rij... 6 thuiswedstrijden op een rij gescoord. Hè? Bij Newcastle. Cole heeft er 8. Shearer 15. 15 thuismatchen op een rij. En zo zit hij... Echt waar, hè? Maar is dat een Newcastle-lijstje? Dat is dan bij Newcastle. Ja, maar ik bedoel, Blackburn... dat vind ik ook. Die heeft wel Blackburn Rovers kampioen gemaakt, hè? Toen die wel geld dat hadden en een goede ploeg hadden, hè? Ja. Dus... Dat was niet de Premier League van nu. Dat is waar, maar toch. En mag ik het palmarès eens vragen van Owen? Wat heeft hij op zijn naam staan? De achievements van Michael Owen volgens Transfermarkt. Is de enige speler, denk ik, ooit die een Classico gescoord heeft, in Manchester Derby gescoord heeft en in Merseyside Derby gescoord heeft. Cool. Ja. Een zeer nutteloze stat, maar... Transfermarkt werkt op dit moment niet mee. De pagina staat helemaal leeg, dus ik kan dat verchecken. Aldo Serena is de enige die ooit... in de Milanese derby voor 2 clubs heeft gescoord en in de Turijnse derby voor 2 clubs heeft gescoord. Wauw. Ik kan dat dus niet over met de Turijnse. Nee, ik vind dat van u, want je hebt er mij opgebracht. Maar ineens triggerde dat Aldo Serena. Michael Owen, 2 keer topschutter in de Premier League. Beide met 18 doelpunten in 1997, 1998 en 1999. Heeft de Ballon d'Or gewonnen in 2001. Werd kampioen met Manchester United in 2010-11. Won een Supercup met Liverpool in 2001-2. Won de UEFA Cup met Liverpool in 0 tegen 2000, tegen 2001. Tegen Alaves, die 5-4. Won de beker, de Engelse beker in 2001. 3 keer de Engelse League Cup gewonnen, 2 keer met Liverpool, 1 keer met United. En zowel met Liverpool als met United de Engelse Supercup een keer gewonnen. Dus een Champions League heb ik niet gehoord dan. Nee, dat is wel een mooie prijzenkast op zich. Maar wel veel minder. Dat is waar. Maar dat is het ding met dilemma was echt wel... Prime is misschien verkeerd uit, maar hun beste seizoenen tegen elkaar... Alleen dan komt hij in de buurt, denk ik. Ja, klopt. Maar dan zou ik Michael Owen... Wat ook wel speelt, is dat Owen een was echt een sensatie. Een matige pundit is... En Shearer is een hele goeie en dat speelt ook wel mee. Een analyse bedoel je, voor wie niet weet wat een pundit is. Dat is wel waar, maar dat is ook de dikste vriend van keurig en Shearer, die geeft er lappen op, maar altijd wel goed, vind ik. Maar hij zit er ook al 170 jaar, hè, dus die is er heel op zijn gemak. En is natuurlijk ook gelinkt aan Lineker, wat helpt. Zijn, denk ik, echt wel bloedbroeders en heel goede vrienden. En dat je carrière geen windeieren, denk ik. Postvoetbal. Beide. Voor beide niet. Ja. Kijken we misschien nu niet enkel naar clubcarrière, terwijl dat... op het WK, hè? Ja. Owen? Ik heb zeker de moeite om eens op YouTube op te zoeken, Michael Owen. Want dat is wel... Dazzling pace, dat vind ik altijd zo mooi. Ja, dat is, hij had wel rappen. Dat wordt hij wel echt flops. Shearer heeft er ooit 5 gescoord op een EK in 1996. Dan ook weer kunt geven. Maar Owen, Owen is bij Real toch niet echt... Nee, dat is vanaf dan is bergaf gegaan. En dat kon hem niet waar maken. Maar oké, Shearer is niet naar het buitenland gegaan. Hè, maar dat vind ik ook wel ergens cool. En in het tijdsgevricht van toen was dat ook normaal. En hij heeft zelfs gekozen, toen hij Blackburn verliest, om niet naar Man United te gaan, wat iedereen verwachtte en zo. Ja. Dus, en wat je wel hebt... Dat voor het geld gewoon gekozen. En qua cultspits vind ik Shearer is wel straffer. Dat weglopen ook, die liep altijd zo weg en met die arm zo tegen zijn oren geplakt. En ook Owen. Ja.
Het gaat over de wel 10,5 jaar, 2 jaar, dat Michael Owen echt... Maar dat was ook een tijd waarin dat Engelse spitsen die naar het buitenland... Ian Rush ging naar Juve. Ja, dat was een ramp, hè. Je moest terug, hè. En dat was zo... Omdat Owen is eigenlijk de laatste. McManaman is eigenlijk... Ah, ja. Die, dat was geen een echte spits, maar die heeft het wel supergoed gedaan. Bij Madrid, okay, ja. Dus ja. Ik ga even onderbreken, omdat dit een heel goed brugje is naar mijn quizvraag. Want Joris Breidel had dus gevraagd om vanaf nu terug een quizvraag te doen. Is dat een antwoord is ja, okay. Steve McManaman. Dus je hebt Bellingham, Kane en Sancho. Engelse voetballers die in het buitenland spelen en de Champions League kunnen winnen. En er zijn er maar 2 die dat gekunnen hebben. McManaman, McManaman. Dus Engelse voetbal die met een buitenlandse club, dus een niet-Engelse club, Beckham. De Champions League wint. Beckham niet. Nee. Maar Champions League ook beker de landskampioen? Of? Nee, Champions League. Champions League. Beckham niet? Dus vanaf 92. Welke Champions League heeft Beckham gewonnen? Nee. Heeft hij bij Madrid geen Champions League? Bij Manu, ja, okay, ja. Bij Madrid heeft hij geen Champions League gewonnen. Nee. Dat ben ik zeker van. En bij Milan, PSG en zo. Vind ik al een moeilijke... Beckham geen Champions League, nee. En Mo Beckham. Ah, jawel. En, maar dat was Man United. Een verdediger? Ja, Man United ja. Wel, hè. Nee. Huh? Wacht, hè. Het is een hele slechte tip, maar het heeft... Onrechtstreeks ook iets met het dilemma te maken. Het dilemma was Owen of Shearer. Oh. Ja, nee, Owen niet. Hè. Hij heeft Jawel, Champions League zeker gewonnen. Wel Owen. Hij heeft hem in Champions League gewonnen. Zeker wel Owen. Wat? Ik ben echt niet mee. Owen May, hey, Hargreaves. Ja, ja. Oh, nee. Owen Hargreaves naar Bayern München. Ja. Ja. Voilà, dus dat meerdere lagen. Punten voor Filip. Doe maar eens. Nee, ja. Hey. Sam, zo goed gaat het nooit niet meer. Nee, inderdaad. Ik ga stoppen met 19 minuten. Ja, dit was het. Qua verbandjes. Stoppen op de piek. McManaman en Hargreaves, ja. Zo. Allebei voor de tijd. Ja, ja. Dat Hargreaves, dat was ook zo'n speler waar trainers zot van waren. En dan konden 80 matchen van zien. En iedere keer dacht ik, maar wat is daar nu speciaal aan? Maar ja... ja. Iedereen stelde hem wel op. Maar die was toch ook zo per ongeluk ontdekt of zo? Ja, dat was dat niet zo in een kamp dat die zo dat ze daar ook trainen of zo en dat ze die gezien hadden in Amerika? Dat weet ik niet meer hoe, maar super bizar. Ja. All right. Voilà. Zeker wel, Owen. Ja, zeker wel, Owen. Toen met je ogen zo. Jongens, toch. Leverkusen is kampioen. Dat is niet super verrassend. Ik vond het wel fenomenaal mooi om te zien. Dat publiek dat al bij de 3 of de 2 in zelf al probeert de match het veld op te komen, sorry. Ik vind dat er niks lelijk is aan een titel. Dat is een verhaal met alleen maar mooie kanten, bedoel ik. Die van titel, dat seizoen van Leverkusen, ja. En dan die beelden nu in... Ja, in ik heb toch... Natuurlijk heb jij iets gevonden. Nee, maar dat was echt zo grappig. Dus iedereen is vol van Bayer Leverkusen, hè. Okay. En dan het eerste wat ik... gisterochtend, dus maandagochtend las ik doe mijn krantenapp open en er stond een opinie van iemand en dat leek, ik heb dat dan gelezen, was echt keihard tegen Bayer wegens glyfosaat op onze velden. Nee, maar dat snapte wat ik bedoel. Ja, ja. Ik dacht, je verpest nu zelfs voor 1% de titel van Bayer Leverkusen. Maar oké, tot daar. Maar voor de rest, toch alleen maar schoon ook, om te zien. En, met dank aan Werder Bremen dat er ook niet zoveel, dat hij niet zoveel in de weg heeft gelegd. Nee, maar welke ploeg heeft dat wel gekund? Ja, dat is Het is toch wel, ik vond die beelden echt zo duidelijk dat je moet kampioen spelen in eigen huis. Terwijl het wel zijn charme heeft om het zo bij iemand te gaan doen, zeker in een playoffs bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld vorig jaar Dortmund, dat was zo'n vol huis. En dat is maar zeker als je een matje voor staat, Gilles. Dan mag dat veel uit, vind ik. Dan moet je dat echt in eigen huis kunnen doen. Ja, heel die Spionkop was rood. Dat was iedereen hetzelfde aan. Dat was. Terwijl als je in de laatste speeldag uit, dan is het even tof. Dan is die busreis terug ook. Allee, dan staan de mensen langs maar deze vieringen waren echt tof. Die filmpjes van Pong en zo. Dat was fantastisch. Maar dat was toch wat Dortmund vorig jaar moest. Moest. Maar dat vind ik het onwaarschijnlijke aan dat seizoen. Ze hebben eigenlijk flink wat blessureleed. Ja, Boniface, die alles kapot speelde. Dan komt Chic, die eigenlijk al wat in de vergeethoek zat. Die opzij geschoven was voor Boniface. Chic scoort veel. Frimpong een paar keer uit. Die Nathan Tella doet het fantastisch. Dat zegt superveel over hoe je kleedkamer managt. Dat je... Nathan Tella, die was... Hoe dat die de kern is samengesteld. Ook. Maar ook dat je die... Dat zijn jongens die... Die reden zouden hebben. Chic zou kunnen denken, die een Boniface. En, die is klaar op het moment. Die was ook wel geblesseerd daarvoor. Ja. Dus dat wil wel veel zeggen. Nathan Tella vorig jaar heel belangrijk bij Burnley, bij Company. Nu toch een niveau hoger. Dat merken we aan veel jongens van Burnley. Moeilijk om die stap te zetten. Ja, hij komt in. Ook
Frimpong-achtig. Ik vind dat, ja, die Grimaldo. Grimaldo is fenomenaal. Dat is de transfer van het jaar geweest. Gratis, hè. 0 euro in Benfica. Maar we zijn allemaal heel positief geweest over dat hij blijft de coach. Maar als hij nu effectief de treble en undefeated season haalt, dan is het toch een slechte keuze gebleken. Ja, wel, dat was mijn volgende... Om te blijven bedoel je? Ja, als de meeste van hun spelers blijven, dat is... Ja, maar ja, wat kun je nog doen, beter, hè. Ik geef op een briefje, die verliezen volgend jaar in de eerste 5 matchen, verliezen die 2 matchen, hè. Toch? Ja, dat denk ik ook. De halve finale wenkt van de Europa League, 2-0 gewonnen van West Ham. Dus dat gaat waarschijnlijk wel over de streep getrokken worden. Spelen nog 10 matchen. Als ze doorstoten. Ja. Als de finale beker is al zeker, hè. Ja, finale beker tegen Kaiserslautern. Ja, hè? Ja. Dan return kwart plus de 2 halve plus de finale zijn er nog 4 Europees. Ja, en nog 5 competitie. Waar dat ze nog naar Dortmund moeten en naar Stuttgart, denk ik. Dus ongeslagen blijven, dat zou echt... Het is thuis Stuttgart naar Frankfurt. Oké, thuis Stuttgart, ja. Oké, als hij dat doet, dan vergeef ik hem dat ze hem zijn woord breekt en toch nog een transfer zou doen deze zomer. Ah, ja, ik ook. Voilà. Ik ook. Maar iedereen dat nooit doen. Maar verwacht je niet ook... Noem de Bundesliga-matchen nog eens allemaal. Ze spelen dus nu eerst naar West Ham, dan is het naar Dortmund, thuis Stuttgart, naar Frankfurt, naar Bochum, thuis Augsburg en dan de finale naar Kaiserslautern. Ja. Ja, nee. Mooi hoe je tellen met je vingers niet klopt. Ja. Speel nog 3. Ja, maar dat is met die mannen doen allemaal... Ja. Dat is de jeugd. Ja. Dus inderdaad, ze spelen nog 2 thuismatchen en 3 keer uit. Alright. Ja. Maar ik zou zoiets hebben van, afhankelijk van de spelers die blijven, probeert gewoon in de Champions League eens. En je gaat hem niet winnen, maar probeert dat gewoon. Want er gaan toch superveel spelers vertrekken? Die gaan niet meer. De helft gaat toch weg. Dan gaat de Premier League toch echt die Frimpong gaan. Ja, Frimpong gaan naar Manchester United waarschijnlijk. Dat is Kai Havertz in het kwadraat, hè. Dat is de beste Kai Havertz in het kwadraat. Ja. Die is fenomenaal. En voetbal is nog beter. Ja, nog beter. Dan. Yes. Ja, ik ben kwadraat is wel... meer, hè. Dat is meer, hè. Ja. Dus van 0, zijn vingers stelt. Behalve van 0. En Havers is een tijd 0 geweest, maar nu niet meer. Dus. Nee, dat is ook wel. En van 1 ook. Ja, van 1 godverdomme, ja. Nee, Havers meer dan 1. Aansluitend heb ik een korte quiz ook over naar aanleiding van de titel van Leverkusen. Het is een first-time champion. En iemand had op X een lijstje gemaakt van de... Laatste first-time champions in de 5 grote competities van Europa, aangevuld met België, Nederland en Portugal. En ik vroeg me af, kunnen jullie die opnoemen? De laatste? First-time champions. Dus de laatste keer dat er is een ploeg voor het eerst allereerst kampioen is geworden. Manchester City? Wacht even, hè. PSG is al niet juist. Man City is... Lille? Nee, dan is PSG. PSG had nooit een titel voor. Bordeaux, Montpellier. 2012. PSG daarna. PSG was daarvoor nooit kampioen geworden. Ik zal gaan fact-checken, jongens. PSG-titel. Leicester klopt. Gent klopt. Ja, PSG heeft de league aangewonnen in 1986 en 94. Oké, excuus. Dank u, Philippe. Dus mijn lijst klopt maar ik ging Montpellier zeggen. Maar Montpellier is wel, PSG, ja. 2012, Montpellier. Sorry, AZ. Leicester 2016. AZ, ja. AZ is niet juist volgens deze lijst. Er is er nog eentje nagekomen. Ah nee, AZ was daarvoor in 81 al, met Kees Kist. Ik weet het. Ik heb jullie in Nederland. Ik heb het nog moeten opzoeken. Wanneer dan? Twente is juist. Ah, ja, tuurlijk. Twente met Brian Ruiz. Twente 2010. Oh, ja. En McLaren. Ja. Portugal is moeilijk, denk ik. Of moeilijker. Braga. Nee. Italië, dat zou je eigenlijk moeten weten, hoop ik. Het is lang Napoli. Geleden. De laatste first time champion. Het is het langst geleden. Napoli in de jaren 80, toch? Nee. Want Genoa heeft hem daarvoor het jaar is, genomen. Nee, Bologna is Verona ook nog kampioen geworden. Moet ik het jaar zeggen of ga je het dan weten? Nee. Laat me Genoa, Bologna was allemaal daarvoor. Verona het antwoord. Nee. Sampdoria? Sampdoria is juist. Sterk. 1991. Ja. La Samp. Met Mancini of niet? Mancini, Viale. Moet je heel de ploeg hebben? Ik kon het welke ene kon zeggen. Portugal en Spanje. Zo. Lana, Manini, Catanec, Cerezo. Ik kan hem nu wel zeggen allemaal. Mancini, maar... Viale. En Lombardo. Kale Lombardo. Die daarna naar Milan gaat. Ja. Nee. Naar Lombardo is niet naar Milan. Ja, die is niet naar Milan. Juventus. Juventus. Echt waar. Oké. Spanje en Portugal nog. Voor wie het interesseert. Viali gaat daarna wel naar Juve. Ook, ja. Ja, voilà. Ja. Lombardo ging ook naar Juve. Ik heb net gecheckt. Wacht, hè. Spanje. Zijn er nog gokjes? Portugal is echt een hele moeilijke. Atletico? Nee. First time champions. Nee. Wat voor
dikke man. Deportivo? Ja. Ja. Okay. 2000. Super, ja, 2000. Maar, straf. Goh, waar toen ook in de Champions League vaak vertegenwoordigd. Hè, in die En het jaar ervoor, of 2 jaar ervoor, niet met die penalty van Dukic, die mist. En, dat was en echt nu derde klas? Of nu niet meer derde klas? Nee, maar elke match vol. El Riazor. En tweede klas dan? Denk tweede, ja. Niet helemaal zeker, maar elke match. Ik heb er onlangs een stuk over gegeven. Echt niet normaal, het schijnt. En wie was de beste speler? Die met zijn lange arm in Dieta? Nee, dat is, dat is Valeron. Ja. Oh, die kon shotten. Maar zo net niet genoeg voor... Maar dat was een 10. Dat was een goede voetballer. En dan nog... De Portugal is laatste, 2001. Boavista. Boavista. Ja. Amai, straf. Ja. Allemaal gevonden. Cool. Een lijstje goeie die door David Merke op X is waarvoor dank, David Merke. En met het excuus voor, waar was ik zo zeker? PSG Montpellier. Ja, PSG, het is dus wel degelijk Montpellier in 2012. Titelstrijd Premier League. Nieuwe leider. Ja, City dan toch weer gedaan. Ja. Ja, Kruis. Ja, het makkelijkste programma. En... Ja. Maar hetzelfde, hè. Je zou moeten kunnen in het hoofd steken van, maar ja, dit is zo'n domper dit weekend wat er nu gebeurd is. Dus. Hoe dat Liverpool heeft kunnen verliezen. Met de kans dat die gecreëerd heeft. Maar klopt die daar gewoon, wauw, zegt op Maar wat een goal van is. Wat was dat ook. Ja. Vooral alles wat eraan vooraf gaat. Vooral ook omdat je niet verwacht. Ja, van Crystal Palace. Ja, dat is toch nog niet zo. Ja, maar je mocht wel verdedigen. Hè? Je mocht verdedigen. Sorry. De manier waarop dat vond ik, daar zou ik niet. Daar zou ik als, zei hij wauw? Ja, zei wauw. Maar misschien was het ironisch. Zo van wauw, wat laten wij hier passeren? Ja, dat kan nee, het. Dat was wauw, wat een goal toch? Maar hij keek toch niet zo. Hij keek echt zo van wauw. In mij leek het ook onverwachts. Ik verwachtte niet dat zij zo'n goal maken. Ja. Ja, ja je ik had het ook niet doen, maar je hebt ook nog zo. Er is toch bijna geen druk gezet op de goal. Dat was echt belachelijk. Wat dat was 40 passen geen gebeurde. Dat is geen cynische mens in principe, nee, klopt. Nee, maar los van ervan, dat was belachelijk. Ja, het was schitterend gevoetbal, dat wel. Maar, alleen, ja, maar er gaat 1,5 minuut balbezit aan vooraf. En Crystal Palace heeft ook nog kansen gekregen. Hè? Ja. Maar mag ik wel zeggen, City, het is echt wel saai. Het is niet leuk om te kijken. Maar nee, maar dat zeggen we toch al. Ja, in onze allereerste podcast dat was. Ja, maar tot dit seizoen was het bij momenten de tofste ploeg is Liverpool, van de drie. Veruit. De tofste, omdat ze de minst perfecte zijn. Perfectie is saai. Ja, wel, mijn leukste match was misschien wel City-Arsenal. De leukste match? City-Arsenal? Nee, die 0-0? Dat was in Arsenal dan? Sorry. Nee, ook Arsenal, niet. City, ook niet. Echt niet. Liverpool-City was super tof. Die vond ik, ja. Nee, City Arsenal, vraag aan Kobe Ilse, die is naar daar gereden. Maar dat was de slechtste match van dit seizoen. Dat was een saai 0-0 een paar weken terug. Nee, dat ben ik echt mis. Maar ik was met mijn pa aan zee en ik moest zo met één oog kijken. Het kan ook Liverpool zijn, man. Het is misschien als je met één oog kijkt, alles toffer wordt. nee, dat was echt. Dat was Liverpool City was een fantastische wedstrijd. Dat was 2-2. Dat is net Liverpool. Nee, 1-1. Maar Liverpool sleurt vloegen mee in dat zotte. En ook dan is City wel fantastisch. Hey, City tegen zijn. Real was ook niet saai, hè, voor alle duidelijkheid. Nee. Dus ze moeten, maar tegen minderen is het, ja, het is vingers in de neus en dat is altijd zo. Ja, moeten we iets zeggen over City Luton, behalve dat Doku goed was? Ja, absoluut. Maar, oké. Okay. Ja, de goal dat hij maakte, een beetje Leao-achtige goal, vond ik. Ja. Van Leao was ook heel mooi. Ja. Ik ben blij dat je het zelf aan had. Liverpool, tweede klets op een paar dagen tijd, hè, 0-3 Atalanta in... Maar zoveel, echt, die kans dat hij miste, die keeper moest zelfs niet bewegen. Nee. Dat was eigenlijk heel raar. Maar die Rassens wel die verdediger nog bij Salah. Ja. Dat was een klein ding. Maar zo, ik had zo het gevoel van, die trappen echt recht op hem, van super dichtbij. Ja. Maar dat was, die mogen daar nooit verliezen. Ik wil even Robertson vernoemen, omdat hij daar zo'n line clearance doet. Ja. Waar ik ben verliefd op dat soort momenten. Ja, ik vind dat zo schoon. Ja. Omdat als dat echt in de beweging zit en het is zeg, net op tijd, is dat van het mooiste wat er is. Voilà. En die foto die je dan krijgt, ik meen dat. Ik laat die als ik kampioen word, laat hij die inkaderen. Maar niet. Maar dat is zo mooi. Again, dat is al de tweede clearance Toby, dat je laat inkaderen. Toby tegen Engeland in de match om derde plaats. Ook echt een hele moeilijke dat hem er op de lijn wegtackelt. Ja, moet dat maar eens opzoeken. Heb je niet gezien die match? Je hebt die ooit wel eens teruggezien, toch? Of de highlights? Nee, ik heb die niet gezien. Maar Philippe. Oké. Okay. Oké. Dan kunnen we allemaal Olympische stoppen. Spelen, ja. Dat wilde toch wel even gezien hebben. Ook al gaat het nergens over. Enfin, dat is niet waar, hè. Dat is een medaille. Ja, ik heb die niet gezien. Oké, goed. Mag ook wel eens een match niet gezien. Nee, dat mag je wel. Technisch gezien niet, hè. Allee, dat is waar. Heel het concept van de podcast is dat jij alles ziet. Ja, no way. 10% no way. Maar dan totaal. Maar dan heb je wel een van de mooiste... Nee.
de mooiste aanval ooit van de Rode Duivels gemist. Een counter waar Meunier uiteindelijk op Pickford schiet. In een, dus ik denk dat Dries nog de laatste voorzet geeft. Meunier met de volley op Pickford. Dat is een corner van bijna in de, of een counter van bijna in de eigen 16. Dat is waanzin. Wat ze daar hebben. Okay, die match laat dat ook toe natuurlijk. Die match om de derde plaats. Maar meen het, dat moet je eens opzoeken. Dat is echt cool. Dat is bijna één tijdsvoetbal en super. Ik zit hier, ik zit in de biechtstoel plots. Maar, ja. Volgende week zal los ik daarvan. Nee, het is. Filip, het is echt uit enthousiasme. Ik heb het net even opgezocht en het was 10 maart Liverpool City. Dus ik was inderdaad volledig mis. Dat was. Dus City heeft dit seizoen meer dan andere seizoenen. Heerlijke matchen gespeeld. Dat vind ik, die tegen Chelsea. Maar iedere keer dat ze, die op, als ze op een rutschbaan worden gedwongen. En dan is het fantastisch. Maar er zijn weinig ploegen die hen op een rutschbaan kunnen dwingen. Dat is het gewoon. Het is ook omdat de meeste hebben er alle respect voor. Chelsea, echt twee keer. Zwaar. Klopt. Ja, dat klopt ook. Je hebt Arsenal Villa gedaan. Toffe match. Ja, ik vond het geweldig. Terechte zegen. Na 90 minuten. Ja. Omdat tweede helft vooral. Hè? Ja, maar ik genoot ook wel van hoe Villa de eerste helft in de problemen bleef voetballen, bleef iets uitvoeren waar ze in geloofden, het heel moeilijk hadden. Uiteindelijk zeer weinig weggaven. Die ene kans van Trossard is een gigantische. Maar oké, dat komt na dat 30 seconden daarvoor Watford op de paal trapt. Ik vond Tielemans... Watkins. Weergaloos. Echt fantastisch. Er zat gisteren een montage in Extra Time. Is het de snelheid van denken? En uitvoeren. En dat is onder druk, dat doen er weinig. En hij speelde nu echt... Daarom is het mooi. Je kunt anders zeggen, ja, maar oké, hij moet hoog spelen, gaat de Bruyne voor de voeten lopen. Nee, hij speelde nu echt mee op de zes. Hè. Samen met McGinn, twee voetballende zessen. Omdat Douglas Luiz ook een voetballende zes, maar die had 10 gele kaarten, dus die deed niet mee. En de manier waarop hij in moeilijke omstandigheden, want dat kon hij wel eens verwijten vroeger. Hè. Ja, als het moeilijk wordt, dan verdwijnt Youri Tielemans. Ja? Dat was bij Leicester, vond ik. Als hij op de zes daar moest spelen, dan werd hij heel braaf in zijn spel. Hij had een Didi daar nodig. Ja, hij had echt een Didi naast zich nodig. En nu, ik heb er echt zo van genoten. Echt. Maar hij is ook wel ouder geworden, dus ik vind slimmer, wel dat we het moeten testen ouder, en doen. Ook meer... Wat je vroeger ook had, is wat dat hem uit zijn positie was. Ja. 1 of 2 keer per match zag je ineens... Oh, en dat kun je, als in je duel, gaat spelen, veel sterker. Dat is allemaal dankzij Emery. En inderdaad, de eerste 11 matchen ingevallen. Dus hij heeft aanlooptijd nodig gehad. Maar blessuren ook al. Is geen enkel probleem dat je aanlooptijd nodig hebt. Hij speelt bij de nummer 4 in de Premier League. Hè. Dus, want dat is inderdaad... Want ik heb dat gisteren nog tegen u gezegd. Hij heeft tijd nodig om aan te passen. Allee... Heeft het moeilijk gehad, maar eigenlijk is het ook wel... Nou, we hebben echt wel een van de betere ploegen gespeeld op deze moment. Dus het is ook logisch dat de middenveld dat er ongelooflijk staat. Want bijvoorbeeld nu, die Rodgers, die viel mij ook enorm mee. Die hebben ze weggeplukt bij Middlesbrough in de winter. Hij speelde echt goed. Zaniolo was minder dom dan we van hem gewend zijn. Hij begon wel. En je ziet als trainer, je moet daar zoveel energie in steken. Ik heb u gezegd, je moet lopen zonder bal in die mannen in hun rug. Dat is ons plan. Dat doet hij dan niet, die komt dan in. Maar, dus je moet daar iedere keer op hameren, maar dan wordt dat beter. Ja, Bailey die invalt. Ja. Ja, als je Bailey op de bank kunt zetten... Hey, want die shot die goed binnen. Meer rechts. Hè. Scherpen ook. Het is echt niet zo simpel. We gaan een heel goed seizoen bezig. Ook. Ja, echt. Bailey, fantastisch seizoen. Top seizoen. Dat is een prachtige ploeg, echt waar. En die in Emery kan er alleen maar... En dus na de match, ik stond dan in de interviewruimte en dat was de eerste ontmoeting tussen Emery en Arteta. Heb je vriend Ben White teruggezien, eerst en vooral? Wil het verhaal? Ja, tuurlijk. Ja, het zal. Wil het verhaal? Ja. Nee, Filip. Oké, dus ik krijg telkens één speler. Ik had Bailey en die was er snel. En ja, ze blijft een kermisvogel en ze is echt een toffe gast. Die geeft iets in dat interview. En dan Arsenal en dan kwamen de mannen van de Premier League. Dat wordt toch niet vertaald. Hè. Die kwamen mij zelfs zeggen, Ben White. En die mannen ook al zo Ze van, oké, Ben White. Sorry daarvoor. Ja, sorry daarvoor. En we waren met 4 of 5. 2 die direct hun papier teruggaven. Ja, die moeten we niet hebben. Echt? Ik dacht, ja, ik wacht wel. Want het is wel het moment waarop Arsenal eigenlijk abdikeert voor de titel, toch min of meer. Allee. Ja, nee. Dit is een kantelpunt in het seizoen. Het komt binnen. Zeg. Je kunt in principe niet thuis verliezen van Aston Villa, hoe goed Aston Villa ook is, als je titel, op dit als moment je mee wilt doen. Ja. Van West Ham, daar was Daan, Aston Villa was ik nu, dat zijn de twee tegen dezelfde kleuren. 2 keer 0-2. Ik ben blij dat ik de enige was. Ja. Ik pest hem altijd met zijn tocht naar Arsenal, maar helaas. Maar dus, Ben White,
Ja, hij zit in de dopingcontrole, werd ons dan gezegd. Dus van die drie, de ene denkt ook, ja, daar wacht ik niet op. Dus we waren nog met twee. En dan zei die mannen, ik zeg, ja, jongens, als je hier voor mij nog moet blijven, voor mij hoeft dat ook niet meer. Kelen had mij al gestuurd, ja, we zijn van antenne. Dus, de eindredacteur, hè? Ja. Maar dan toch dacht, ja, die gast zei, ja, maar eigenlijk is het wel goed, want we mogen hem er ook niet meer laten wegkomen. Dat hij wordt uitgeloot en dat hij dan niet moet komen. Dus puur om hem te pesten eigenlijk. Ja, puur. Heel deze uitleg om hem gewoon... Nee, maar die gasten van de Premier League, ja, en Arsenal moet ook wel leren van als ze verliezen, dat ze mensen moeten sturen. Oké, dat is Premier League Productions. Daar zijn ze voor een deel op gestoeld ook. Hè. Voor deze product, geld, hè. Daarom betalen wij rechten. Dus ik wacht. Ik dacht, echt, ik zag, wat moet ik die vragen weten? Ik weet sowieso, hè. En dan stapt hij, dat was een Braziliaan, en die zegt, ik ben weg. En ik, maar echt direct, dus ik ook. En die gasten, oké, dan waren ze blij. Omdat dat ging nog een half uur duren. Hè. Die wou gewoon niet meer komen, of die zei van, ja, doping. Mm. Dus ik heb dus... Dat Philip Joos, no, I don't come. Ja. Maar eikeltje wel, hè. Want dat is heel klein toch om eerlijk, daar weg te blijven. Eerlijk, dat is echt waar, qua op dat vlak... De minste. Toffe, ja. Nee, vind ik. En heel veel van die jongens, moet ik iedere keer zeggen, er zijn er die dat professioneel doen. En dan weet je, die professioneel doen en ook iets geven. En dat professioneel is goed. En die ook iets geven, zijn er echt ondertussen veel. Ja. En dat is iedere keer, dat is echt top. Dus Varane heb ik een aantal keren gehad. In moeilijke omstandigheden met Man United. Varane is topgast. Dat merk je gewoon. Ja. Die moet dat niet doen, hè, voor mij. Virgil zet ik ook altijd van. Ja, Virgil is fantastisch. Maar ja, die wint heel vaak. Ik denk dat Virgil, is dat niet de tweede thuismatch die hij thuis verliest als speler van Liverpool in de Premier League? Ik weet niet waar ik dat ga moeten opzoeken. Maar... Ja, wel, drie dagen ervoor heeft hem er ook eentje verloren natuurlijk, maar dat ja, is maar in Europa in de Premier League. Ja. Ik heb een verhaal van jou eigenlijk onderbroken, hè, want Arteta ja, en Emery... Ja, die komen elkaar tegen. Die komen allebei uit een interviewruimte, hè, dat is met deuren, en die komen dus buiten op de centrale gang. En je ziet... Dat is de eerste keer nadat ze op het veld voor de camera ze weten, we geven elkaar de hand en we zijn weg. Oké. En die Emery pakt Arteta zo vast. Zo. En bijna verontschuldigend. Zo van, ja, we hebben hier nu gewonnen. En die pakt die ook achter zijn nek zo. Zo van, kinky? Emery Arteta. Nee, kinky zei hij. Nee. Ja. Maar zo van, makker en blijf u bij. Maar zo net iets te... bevoogdend zo. Allee, dat was een klein beetje ongemakkelijk. Is dat Arsenal verleden dan? Of is dat... Ik weet niet. Nee, wauw wel. Ja, die zijn geboren op 10 kilometer van elkaar. Hè. San Sebastiano en Arabia, dat is echt vlakbij. Dus. En dat zal in Baskisch geweest zijn ook. En ik zag Arteta zo met zijn stampasta-smile. Want ik keek op Arteta. Maar ik zag toch ook dat hij die nek een beetje tegenhield. En dus dan moest die en Emery door naar de persconferentie. En vanaf dat die Arteta voorbij was... Direct, ja, dat snap ik ook wel. Direct hadden we dat kunnen filmen, dat was een geweldig moment. Het was trouwens inderdaad de tweede thuiswedstrijd dat Virgil van Dijk verloor in de Premier League voor Liverpool na te hebben verloren van... Kan iemand het raden? Leeds? Ja. Ja. Tuurlijk. Ja. What the fuck? Ja. Hoe lang blijf je nog zitten op het moment vanaf de wedstrijd is afgefloten? Hoe lang blijf je dan nog zitten? Boven steek je direct weg? Nee, ik moet direct naar die interview. Ah, ja. Want ik las nu weer dat Ødegaard opnieuw de enige was dan een tour deed aan het stadion. Dat heb ik niet gezien, maar wat ongelooflijk was hoeveel mensen er weg waren. Ik heb ook gezegd, dat was echt de laatste 10 minuten was een kwart van het stadion was leeg. En ik denk dat ik onderdrijf. Echt, en dat begrijp ik niet. Als je erin moet blijven geloven... Dan moet je echt blijven. Onderdrijven, ik vind dat een prachtig woord. Ja, goed gedaan. Ja. Ja. Dan moet in de Vandalen komen. Ja, of op zijn minst een titel voor de aflevering leveren. Ja. Ja. Dat is uw verantwoordelijkheid, hè, Philippe, dat Philippe titels onderdrijft leveren. Onderdrijft is. Dat is een keer iets anders. Ja. Maar we hebben tickets voor hem, hè? Hadden we niet iemand die gestuurd had van ik wil Daan wel meepakken naar Ross Tottenham? We hebben het doorgestuurd. Voilà. 28... Ik ben er. Iemand dat zijn abonnement wil doorgeven. Cool. Gingen we dat niet ik samen doen en ging jij dat niet regelen? Ja, ik kon het ik weet het zeggen. Nu, ik weet het nu. Ah, ja. Ik heb zo gezien, ja. Wacht, dat ging toch een klas uitzag 28 geworden. April is dat, hè? Nee, ja, 28 april, Tottenham Arsenal. Geen idee. Ja, doe de klas uitstap, jongens, echt. 28 april heb ik match. Echt, hè? Op excuus op alles tegenwoordig. Ja. Jammer. Ik hoop dat je daar geen kampioen wordt, want dat is de stijlste tribune van het land. Hè. Ziet dat je niet fout. Ik hoop het toch wel, Filip. En dat is welke tribune? Ruppelboom. Dat is echt... Ruppelboom. Dat is juist, dat ik ook maar kijken, dat is waar. We hebben al gezegd.
Ik heb dat mijn agenda. Ah, dus jij gaat Tottenham doen en Ruppel? Nee, dat ga, ik ga moeten kiezen. Hey, dat is zondag, hè? Doe Tottenham, hè. Ah, ik ga echt eens een keer kijken. Naar de treinen, bedoel ik. Maar misschien... als er maar één iemand meegaat, kun je wel bij mij zitten. Gierig. Als de trein wat te duur is, dan kun je wel bij mij zitten. Dat kunnen we wel proberen. Dan laat ik u accrediteren. Hè. Of anders van op parking C in Charleroi. Philippe is en dan doen we een interview voor de match. Echt waar, met u. Dan kom je bij mij staan. En ja, dat gaan we regelen. Jongens, redactie, komt goed. Nou, welke redactie volg je dan in deze VRT-podcast? Over welke redactie heb je die van Play Sports. nog één klein detail. Nee, gisteren dat is Urbi et Orbi. Hè. In Extra Time zeiden jullie ook die bal van Tielemans lat en paal proberen 20 keer en het lukt u niet. Dat klopt. Nu, 3 dagen ervoor, wel gezien ook op Anfield. Harvey Elliott heeft dat ook voorgehouden. Ik vind dat waanzinnig dat dat op 3 dagen van elkaar gebeurt. Want dat komt bijna dat is een nooit voor. Een hoogstandje, dat kan eigenlijk niet. Ja. Dat is een toptrap, hè. Ja. Oh, dat raakt echt perfect. En dat is ook echt vergeten. Dat is jammer dat je niet binnen gaat. Want het grappige was... Dus het wordt corner en ik ben echt aan het zeggen van ja, Tielemans trapt ergens ook jammer, want je wilde hem toch rond de 16 hebben voor een afvallende bal. Omdat hij daar ook al een aantal goals... Hè. En dan komt hij... En je ziet die Zinchenko echt, sorry, hè, maar als een... begint met strand door die een bal gaan. Strandbal? Just als een strandbal. En je weet van, oh nee, niet Zinchenko. Nee, je verliest die. Ja, die Tielemans, want echt waar, hij is fysiek ook indrukwekkend. Ja, hij is uitgezet. Echt waar. Premier League speler. En die een bal komt en dan weet je van, ja, dat is... Bij hem heb ik echt het gevoel, daar, dat is 1 kans op 2. Dat hij binnen zit gewoon. Of dat hij, ja, op doel. Daar, in die specifieke situatie. Hè, van dat hij vrij mag trappen. Hè, want Zinchenko was de enige. Hè. De rest rekent eigenlijk, oké, Zinchenko is weg en die zijn al aan het gaan. Dan is dat zo mooi. Dat is het enige jammer dat hij niet binnen gaat. Ja. Ja. Dat is echt kerst op taart geweest voor zijn... Ik moet wel zeggen, die Emiliano Martinez ook, man, die stapt dan ook voorbij. Dat is een beer. Speciaal geval ook wel, hè? Ja. Allee, die ogen, je wil niet weten waar dat die naartoe kijken, denk ik, in het leven. Maar een beer, groot, dat is een serieuze mens. Echt. Ja, altijd de kans van Trossard goed uit, hè? Ja, dat moet wel binnen, hè? Moet eigenlijk binnen. Maar eerlijk, als we nu kijken, Arsenal en City, en je vergelijkt de basisploegen, ja, dan zitten we wel met 7-8 spelers van City en 3 van Arsenal, hè? Ja. En zelfs, het enige wat je ze wel moet geven, is er wel wat vertrokken, hè, bij City. Ja, naar Arsenal soms. Dat is wat? Nee, dus dat hij wel wat zijn kwijtgeraakt deze zomer, dat we niet mogen minimaliseren. Super. Maar ik bedoel, Arsenal, dat blijft Ødegaard iets een geweldige voetbal, maar De Bruyne is beter. Toch? Ja. Ja, dat is een discussie op Twitter. Trossard doet de top, maar Phil Foden is beter. Allee, dat kun je niet om. Het is allebei ook geen schande om minder te zijn. Nee, totaal niet. Rice is een fantastische aankoop. En schat ik, maar oké, daar staat dan bij City Rodri. Ik weet niet of ik Rice boven Rodri pak. Oh, ik weet dat ook dan niet toe. Nee, er gaan er maar weinig zijn die ik boven Rice zou pakken. En dat zijn niemand, alleen Rodri. Ja. Maar dat is dan nog een keer toevallig die daar staat. Ja, Endo zeker niet. Hè? En wie van Arsenal zet je dan wel in? Saliba zet ik wel. Oké. Ja. Die zet ik wel. En in doel? Oh, in doel pak altijd Ederson. Ja. Altijd. En wie zet er nog van Arsenal? Ja, dan... Ja, inderdaad. Moet je zeggen, dus ik zet Kyle Walker boven White. Op meerdere vlakken? Nee. Puur op... Je bent een fanboy van Walker. Ja, ik ben echt een fanboy van Walker. Diaz boven Gabriel, zeker? Sorry? Diaz boven Gabriel. Maar ja, is het Saliba boven Diaz? Ja. Dit seizoen. Oké. Nee, ik vind Saliba echt... Ik ook indrukwekkend. Ja. Die zet ik hoger. Gabriel en Lange. Maar één speler van Arsenal. Als ik niet over nadenk, zou ik nooit zeggen... Maar wacht. Zou de Rice niet kunnen zetten? Want hij heeft ook hoger gespeeld. Ja. Kun je niet Rodri, Rice, dan haalt je er wie uit? Bij City? Nu Kovacic was dat zeker? Ja, Kovacic. Rice bovenkomt, maar die speelt niet altijd. Hè. Ja, even nadenken. Ja, het is Bernardo en Kevin De Bruyne. Ja, zet de Rice boven bij... Allee, dan speelde niet meer City voetbal. Hè. Dus even... daar moet je ook over nadenken. Welk voetbal... Kovacic en een goal... Mocht er ook wel. Mag gezegd worden. En Bernardo Silva is een van de meest onderschatte spelers op de planeet. Maakt je een kans? Boven Foden? Nee. Saka heeft onwaarschijnlijke statistieken voor wat hij voor mij. Maar is of kan? Brengt. Oké.
Dit seizoen. Ja, dit wat hij brengt zijn zijn statistieken. Maar statistieken zijn dus fenomenaal. Ja, voilà. Dus misschien klopt het niet. Hè, wat dat, maar ik vind zo afwezig in wedstrijden vaak. Zo vaak. Het is niet verrassend. Meer. Saka moet toch ook in dat team als je mocht schuiven? Maar dan, dat denk ik niet. We pakken tegen Saka boven Grealish? Of Bernardo of dit seizoen, of Bernardo Silva? Dit seizoen boven Grealish? Nee, wel. De Grealish. Absolute waarde. Boven toch ook heel nipt bij elkaar, hè? Die twee. Maar dan kun je ook een Ødegaard in de plaats van Kovacic zetten. Hè? Dat gaat toch ook een beetje. Ja, maar Kovacic speelt niet meer. Nee, want ze moeten 11 pakken van beide teams. Je moet eigenlijk de beste 11 van City en dan de beste 11 van... Ja. Dan denk ik dat... Alleen Saliba het haalt? Waarvan dat je zegt, die verdienen het absoluut, Saliba en Rice. Maar het ding is ook, je gaat Saliba, je zet hem nu al naar boven. Ja, ik vind Rice wel, ja, dat vind ik ook. Dus die twee verdienen het absoluut. Ja, dan is het fantastisch dat je zo lang... Ja, dat is waar. En het is nog niet voorbij, dat moeten we ook niet zeggen. Maar hè? Dat was mijn volgende vraag. Ga je akkoord met het schloesgebaar dat Sam daarnet maakte van de titelreis? Maar ja, ik heb al rationeel zeg ik al dat City het gaat doen. En rationeel wel, ja. Ik ook. Je kunt alleen maar halen als je... Ja. Die nu heel stom als je voorop blijft. Ja, nee, dat toch is niet waar. Dat is zo werkt. Jullie hebben dat kampioen. Jullie hebben dat gezegd. Hè? Jullie hebben dat altijd gezegd van, City, ja. Ga op een gegeven moment ineens overnemen. En dan het is nog gebeurd. De scherprechter, dat moet ook. Hè? Dus alleen City heeft nog één match tegen een top 5, ja. Waarin ze matig gepresteerd hebben dit jaar. Dat is ook echt waar. Ja. En dat is op Tottenham. De laatste match. Ja. Ja. Maar Tottenham is onvoorspelbaar wat het was. Hè? Nee, maar onvoorspelbaar. Want als je die match tegen Newcastle ziet, die moeten wel voorkomen. Hè? Die krijgen kansen, die Werner. Allee, Tottenham kan wel nog eens iets zot gebeuren. Maar ja, de anderen moeten er ook nog tegen. Hè? Ja. Dus... Maar ik hoop dat ik ongelijk heb, hè, maar... Nee. Maar ik denk ook dat ze nu in één zijn. Echt waar, dat kan de enige ploeg zijn die de treble opnieuw wint. Hè? Ja. Ja, dat zit wel in zijn hoofd. Hè? En enorm. Hè? Ja. En van in augustus. Hè? Een treble verlengen. Heb je die Netflix-serie gezien, of niet? Ja. En wat vond daarvan? Ik heb die niet. Het wordt matig, hoor ik vaak. Het flauwtjes. Ja? Wel leuk, ik snapte wel, want Joris was er wel van. Ik snapte wel, je kreeg wel een inkijk. Maar ja, in alle eerlijkheid, voor die kern, dat is een beetje een grijze kern. Hè? Daar heb je ook niet de kleurrijkste figuren. Guardiola zoekt hij is, ook. Hij is de kleurrijkste. Ja, hij is eigenlijk de meest. Hij is de baas. Ja, en Haaland natuurlijk ook, maar die is zo wat raar. Die is nu ook niet iemand die je per se 90 minuten in een kleedkamer wilt zien of zo. Is dat dan niet wat je verwacht? Deze documentaire. Ja. Ik zou willen zien. Ik ga nadat ze een trouble pakken, een week lang Grealish gefilmd. Dat wil ik zien. Ja. Dat hij met zijn zatte botten daar maar proberen recht te kruipen. Maar los van zatte botten wil ik Grealish zien. Voilà, dat ook. Dat bedoel ik. Grealish is ook een heel amabel en een mooie figuur. Maar dat is wel de enigste met zo'n beetje een hoekje aan ze. Ja, een serieuze hoek en een toffe hoek. Kyle Walker toch ook een serieuze hoek af. Hoekje af, ja. Kyle Walker is bekend rond. Niet? Wat? Kyle Walker. Meer omdat hij mispeutert dan... Hij is niet doelbewust zot. Ah ja, wat dat er nu gebeurd is, ja. Ja, en niet de eerste keer. Story, ja. Ja. Nou, dat is niet echt een geweldig gepland leven, maar... Ja, er is geen... Hij komt er wel mee weg. Ja, dat film dat dan, snapte toch echt. Maar dat is al vorig seizoen, denk ik dan. Als Maris weggaat of zo, met zijn vrouw. En hij gaat zo'n afscheidsparty organiseren. En die zitten dus in de spelers WhatsApp groep zoals altijd. En die zegt, ja, boys. Maris. Ik denk dat Maris was. Ik ben niet zeker. Ja. En die deelt zo van, boys, donderdagavond bij mij thuis eten, drinken, bla, bla, bla. En die gaat daarna uit die WhatsApp groep. Dus het is zo'n discussie met zijn vrouw. Ja, maar wie gaat er nu komen? Oh, dat weet ik nu niet meer. Ik zit niet meer in die WhatsApp-groep. Ik heb dat laten weten. Ja, die zullen wel allemaal komen. Ja, maar allee, hoe kun je nu uit die WhatsApp-groep gaan? Dat zegt zijn vrouw dan. Of ja, van, maar, ja, en dan zonder de camera. Want ik moet het hier wel organiseren. Dat is normaal. En dan zo, ja, maakt het uit. Ja, je moet toch weten hoeveel mannen er komen. Ja, ik heb dat ook gezien. Dus dan gewoon, ja, boys, jammer dat ik afscheid moet nemen. Ja. Donderdag welkom. Riyad heeft de groep. Heeft de groep verlaten. En kwamen er dan veel? Of? Ja, daar heb ik niet. Niemand weet. Ik heb inderdaad ook die discussie gezien, ja. Ik ben erdoor, dus ik weet niet of jullie nog onderwerpen hebben. Ik had iets van Roma-Lazio vorige week toch met Mancini. Mm. Daar hebben we het toch even over gehad. Mm. Blijkbaar is hij dan met die vlag op veld gelopen waar een rat in midden op stond. En was er 5000 euro boete gegeven. Mm. En de supporters hebben dan een GoFundMe opgestart. En daar is meer dan 10.000 euro in ingezameld. En hebben ze daar de boete van betaald. Ja, maar ik denk wel dat hij het dan een goed doel gaat geven. Ah, dus hij gaat zelf de boete betalen en dit dan? Ja. Ah, ja, oké. Okay. Ik zou het een klein beetje hopen, eigenlijk. Ja, ik ook. Ja. Hoewel, wat hij doet, wat het is gewoon met het logo van Lazio en een rat, vind ik minder kleuren, erg dan sommige kleuren, andere dingen die er soms gebeuren. Ja, oké. Okay. Maar alleen. Ja.
Wat er allemaal vooraf is gebeurd, daar hebben we het hier vorige week over gehad. Ja, ja, klopt. Is dat ja. toch niet zo slim. Maar ja, nee. was er een gigantische spandoek in Udine van ben de moraalridders op dan de voetbalbond. Van denk te gullen dat je ons de les kunt spellen. Maar ja, ik vind niet dat je dat moet... Als je die Hitler-stickers en zo en Mussolini... Ja. Dat gaat niet meer over de les spelen. Dat gaat over iets anders. En dan over Chelsea, over ja? Palmer, dat we het ja? hadden. Die ja. had een goal met zijn linkervoet, rechtervoet, met de kop en penalty. Gisteren, ja. Fantastisch. Dus hij heeft een hat-trick deluxe. Dan hij heeft nu 9-9 op penalties. En dat vind ik zo... Dat wou ik in de groep gooien. Maar ik heb meestal, als je het over topscore... Hij is nu mee topschutter met Haaland. Hè? Mm-hmm. En meestal heb ik dan zo... Ja, okay. Als daar 9 penalties... Allee, nee, anders. Dat wil ik niet zeggen. Maar als daar penalties bij zijn, heb ik zo altijd iets van... Oké, topschutter, maar... Allee, die jongen speelde fenomenaal zo. Maar er is wel een overslagpunt waarbij dan je denkt, als je 9-9 binnenzet, dan is dat argument weg van ja, het zijn maar penalties. Nee, dat is waar, als je 100% je strafschoppen scoort, 9-9. Ik weet niet, maar Messi zijn eerste 9 penalties, het zou mij verbazen als er 6 binnen zitten. En ik denk, na degene daarvoor, ja, heeft hem gegeven, dat hem zegt dat hem niet mist. En dat hem er ook nooit ene gaat missen. Ja. Heeft hem gezegd. Ja, okay. Dat is cool. Maar dat is heel cool. Cool. Supercool. Maar 100% zeker missen. Ja. Maar dat wil maar zeggen hoe vertrouwen het heeft. En als je dan nu ziet wat er nu gebeurd is, deze hele situatie, en je pakt dan die bal wel, en je trapt hem dan wel binnen. Oké, op 4-0, maar dan nog. Dan nog. Dat lees ik dan ook. Hè. Nu wil iedereen van Chelsea wil nu die penalty zetten. Maar tegen United, bij de 3-3, wist zonder toen aan te schuiven. Op City. Tegen City thuis, 4-4, penalty. Hij zet je net tegen zijn ex-keeper, waar dat hem er tegen gezet heeft. Ay, en Aslan en Jackson staat er niet aan te schuiven. Maar die twee, Madueke en Jackson, echt, allee. Ook Pochettino. Maar ik had wel het gevoel dat Madueke voor Jackson aan het pleiten was, niet voor zichzelf. Nee, voor zichzelf. En Jackson geeft eigenlijk toe van trapte jij maar. Ja. En dan pakt Palmer die een bal af. En dan zegt hij, Jackson, nee, laat hem toch trappen. Ja, vreselijk. Ja, echt. Vreselijk. Dat is uw penaltynemer die feilloos is van op de... Vreselijk. Ja, je pakt nooit toch penalties af. In het begin dacht ik nog, hij heeft er al 3 gemaakt, geeft hem toch af. Maar nu dat je zegt dat hem gelijk staat met Haaland, dan snap ik wel waarvoor dat hem aan het gaan is. Ja, en ook, zij is dankbaar, die kat redt het hele seizoen. Ja, absoluut. Ja, voor mij moet hij ook cijfers niet hebben. Hè? Maar als je er, ik had het ook wel begrepen, moest hem afgeven. En die, dat is dan echt... iets anders, als hij zelf zegt. Ja, ja. Ah, wel, ja, maar ik snap ook dat hem trapt. Wat ik vooral erg vond, is als die Gallagher dan tussenkomt, wat die mens is kapitein, die krijgt dat dan... Dat dan die Jackson nog wat tegen Gallagher begint. Dan denk je, oh man, ik bedoel... Maar die zou ook niet blij zijn na die penalty. Ja. Daar was ook echt nog het woestste van. Zo er naartoe lopen, maar dan een boogje en niet eens een high five. En dan op het einde weer wel. Hè. Helemaal, als hem dan bijna terug was, heeft Jackson wel gedaan. Zeg toch meer over hem dan... Allez. Je vraagt je toch ook af wie dat de leider in die kleedkamer is op dat moment. Ja, want dat vind ik inderdaad... Thiago Silva komt er zo half bij. Pochettino, je weet dat je speelt tegen Everton. 1 kans op 2 voor een penalty. Toch, Everton? Ja, er moeten wel echt duidelijke regels... Maar het is duidelijk, hè. Hij heeft het gezegd na de match. Hè. En Palmer heeft het ook gezegd. Hij is kwaad weggelopen, hè, op de persconferentie. Hè. Omdat hem alleen maar vragen kreeg over die penalty. Maar ja, dat krijg je natuurlijk. Maar hij heeft gezegd van Palmer is de penalty-nemer. Ja. Ik snap niet dat dit gebeurt. En ik maar waarom maakt hij zich dan niet bozer langs de lijn? Daar schrok ik van. Ja, omdat je daar geen spektakel van wilt maken voor de buitenwereld, denk ik, toch? Langs de andere kant, hij heeft dat waarschijnlijk via Gallagher gedaan. Ook bij Chelsea. Sarri heeft daar ooit met Kepa, en dat was voor een keeper te wisselen tijdens de penaltyreeks. Dus ik snap dat je op dat moment zoiets hebt van... Dat was Sarri, hè? Dat was Sarri. Mm. Dat je dan denkt van, ik sta hier maar wel lethargisch bij, dat de rest het maar bepaalt en dat ik er niet slecht uitkom. Want Sarri... Niet vergelijkbaar, toch? Nee, maar Sarri liet wel duidelijk zeggen van, dit is wat ik wil en het gebeurde niet. Als je dat hebt als coach, dan is het voorbij, toch? Jawel, hij heeft er hem uiteindelijk wel uitgehaald, hè? Kepa? Maar dan ben ik helemaal aan het Kepa was geblesseerd, hè. Zo gezegd, hij had krampen en hij wisselt. En dan ineens zegt hij, nee, ik kan toch nog spelen. Maar hij heeft dan wel gewisseld. Maar als we op dat moment niet doen wat jij zegt als coach, dan... In mijn hoofd zit... Of toch niet meteen dan? Jawel. Nee, ik heb in mijn hoofd zit stom. Ik ben vandaag al vaker misgegaan. Nee, ik ook. Dus dit is... Ik denk wel dat hij naar de kant is gegaan, toch? Nee? Alhoewel, ja. Nu dat we even aan het wachten zijn, wat je zei gisteren ook, dat vond ik opvallend, want ik had dat niet door. Als je de penalties wegdenkt, dan is Watkins mede topschutter. Topschutter. Dat is onwaarschijnlijk, hè? Ja, dat
Ja, dat is ook veldgoals, hè. Ja, ja, oké, maar dat is cool. Ja. Ja, dat, is maar, dat, dat heeft zijn waarde. Voilà, dat is wel een eretitel. Ja. Topschutter zonder penalties. Ja, oké, okay, maar dan... Vanaf dat je er nooit ene mist, ja, dan... Ik snap het, maar oké, okay, wie weet dat. Nu weten wij dan dat jij dat gezegd hebt. Ja, maar daar kunnen we wel mee thuiskomen, vind ik. Nee, topschutter... Allee, dat vind ik zo... Daar wordt niet over gepraat, hè, Filip. Ja... Nee, maar door... Ah, wat gaan ze zeggen? Ik ben topschutter als je de penalties weg. Nee, nee, dat mogen we nooit zeggen. Dat mogen we nooit zeggen. Maar als iemand dat zegt, mogen we dat wel denken. Ah, oké. Okay. Ik vind waar. Het zegt wel iets over de trefzekerheid in het veldspel. Absoluut. Maar dat is niet in de prijs waar je met thuis Nee, maar nee, dat is geen prijs, maar dat is wel cool om te weten. De bal die tegen de paal trapt, dat is super straf gedaan. De manier waarop hij dat doet, kom er tot de schot, hè. Eerst naar buiten, dat kruisen. En dan de manier waarop hij die een bal binnenshot, dat stiften was ook. Ja, was, de verdediger afhouden, dat was supergoed gedaan. Kepa is blijven staan. Blijven staan, toch? Sorry. Goeie Sam. Maar punten voor Sam. Kom op. Ja. Punten voor ons, hè. Dus ja, oké. Okay. En was dat Willy? Was 100% dat Caballero? Caballero stond klaar voor erin te komen en Sarri is boos weggelopen. Ja, ik was precies 100% zeker dat het ook helemaal ontploft was en dat hem eraf was. Dan maar, is het voorbij, hè. Ja, Sarri, als hij daar blijft staan. Terwijl die werden nog tweede, hè. Die had eigenlijk een veel beter seizoen dan de perceptie daarover was, hè. Ja, die zegt nu ook nog altijd, ik ben de laatste die met Juventus kampioen is geworden, hè. Dat is wel ook waar. Feit, hè. Ja. Ook waar. En niet, denkt de penalties weg, hè. Echt, hè. Nog Faria? Ik heb nog iets over die penalty. Er is iemand die ondertussen bij een ploeg 16 penalties op een rij heeft binnengezet. Palotelli. Nee. Jammer. Nou, het zou kunnen, maar die bedoel ik niet. 16, maar dus dat moet al... 16 op 16. Op hoeveel tijd? Is dat meerdere seizoenen? Ik denk dat het aanbiedt of 3,5 jaar. Ja. Is die van Genoa? Nee. Goodmanson. Ja, die dacht ik. Het gaat iets Italiaans. Calhanoglu. En de eerste, als hij net van Milan was gekomen in de derby, onder de curva van Milan. Ik weet het, Filip. En dus Lautaro trapt normaal de penalties. En wat gaat hij doen? Pakt hij een bal, stampt hem binnen. 16 op 16. Heeft zijn laatste gemist tegen Wales met Turkije, maar in clubvoetbal in 2016 in Duitsland. Maar Lautaro heeft er nog andere tussendoor genomen. Calhanoglu. En Lautaro, Lautaro mist 1 op de 3, mist 1 of zo. Ja. Dus hij is vaste strafschopnemer. En Lautaro heeft in die match zijn twee... Want Inter kreeg er nog een en Lautaro zijn nu is het aan mij en miste. Dus daar vanaf dan was Calhanoglu heel duidelijk. Over penalties gesproken, ik sta nu bij ons op de lijst omdat Marco niet speelt. En ik was van plan om het midden te trappen. En ik sta na de match loop ik naar buiten en ik kom Glenn Verbouwheer tegen. Ik heb er eigenlijk redelijk lang bij gestaan. En op een gegeven moment zegt hem, je ging hem in het midden trappen. Hè? Ik zeg van, oei. Ik was dat van plan. Ik zeg, ik weet het, ik heb tegen Piraar gezegd dat moest blijven staan. Echt of wat? Dus als daar een penalty was gevallen... Ojos, dan... wegens podcast. Omdat we dat nee, omdat hebben. Hij zegt, ik heb in mijn leven twee penalties getrapt. Ooit in Coppa Italia en vorig jaar. En we waren beide in het midden. Gezien, ja. En hij zegt, van de manier waarop je aanloopt, kan ik zien dat je... Allee, ik heb gezegd, als je zo aanloopt, dan trapt het midden. Dus ik zeg van... Ik ben blij dat je dat zegt. Amai, dat vind ik wel. Ja, voor de volgende inderdaad. Dus volgende naar links. Terug in het midden. Mind game. Dat is sorry, maar... Dit gaat nog terugkomen. Charleroi krijgt een penalty tegen Eupen. 0-0, minuut 85. Jij denkt toch aan uw Chesterfield nu? Als je naar die een bal loopt. Jij denkt toch aan... Dat zit toch in uw hoofd? Ja, nu ga ik een hoek kiezen en ga ik daar... In Eupen verstaan... Nee, ik zeg niet dat ze... Maar los van wat je gaat doen. Maar dit... Dat je dat hier nu zegt, speelt toch mee? Ja, maar het is vanaf nu wel kans voor een van de drie opties. Nee, inderdaad. Ja. Voordat ik het zei, was ik wel aan hetzelfde aan het denken, maar langs de andere kant, verandert toch niks. En in Eupen, luister eens. Hè. Dus Nouroudine, pas maar op, hè, vriend, naar waar je dat is dat ik hem linksboven. Zal het Hasselmina zijn? Ja, dat is Hasselmina. Hey, ja. Die van Burnley. Ja, amai. Ik had hem nog de lucht ingeprezen recent. Ja, maar die deed het wel redelijk oké, maar het is zijn tweede nu, de tweede blunder. Bergen die ook wel... Dan denk ik ook van... Speel naar voren. Hij heeft alle tijd... Ja... Akkoord. Snap je? Ik dacht dat je ging zeggen... Past hem langs de goal. Ja, maar wel van... Speel naar voren. Je zei Burnley... Stond er niet meer onder uw voetzool. Allee, maar het straffen is... Want ik dacht... Die was aan het kijken. Maar nee, die kijkt naar de bal. Hè. Je moet eens opletten. Dus dat kan gebeuren als je al aan het zien bent. Ja. Moet ik hem zien. Maar ja, die zijn ogen zijn op de man. Naar beneden. Hoe kan dat? Ik kan u verzekeren dat ik dat kan, hoor. Met ogen op de bal iets missen. Dat kan echt niet. Dat gebeurde, ja. Niet?
Ja, wel als je kijkt, maar niet als je de bal hebt, bedoel. Ja, maar blijkbaar wel, hè, zelfs bij profvoetbal. Ja, maar dan is er toch iets... Maar dan kende Dennis Motorik toch iets bizar dat je... Ja. Ja, misschien, ja. En dan gisteren nog één bij Osasuna Valencia. Die penalty, heeft iemand die gezien? Nee. De laatste minuut. Dat is wel top. Als je dat vindt, als je plezant, vindt het plezant. Dat is eigenlijk... Dat moet iedereen opzoeken. Ja, er is juist niks gebeurd, maar ga dat gewoon zeggen om... Super, hoe dat die penalty wordt gemist. Iedereen moet maar op. Zoals je ziet wat tijdens extra time is gebeurd, zodat Filip het niet heeft gezien. Ja, inderdaad. Osasuna krijgt in een van de laatste, in de 97e minuut, staan 0-1 achter tegen ons en ze krijgen kans op 1-1. En ja, ik zal het dan zeggen. Hij loopt aan en hij twijfelt. En hij kijkt naar de keeper en hij twijfelt. En hij wil dat Panenka doen, maar hij twijfelt nog. En op het einde tikt hem toch zo'n stiftje, maar die aan bot stinkt twee keer voordat hij bij de keeper is. En die rapt hij gewoon op. Schandalige penalty. In een thuismatch. Oh. Waar dat ze, ja. En je weet, Osasuna, daar zit wel veel volk. Dat is een plezant stadion. De heksenketel. Ja. Dingen, omdat je nu zegt, zo'n heel speciale penalty, wat je noemt, Fiorentina, Genoa, Gudmundsson. Heb ik gezien. Daarom dat ik het zei. Die trapt je. Dat is, want, die past hier naar links. Ja, zo mee een sprong. En de grap is, Maradona heeft in datzelfde doel zijn penalty gemist tegen Joegoslavië op het WK 90. Ook bijna zo. Maradona kon dat ook hebben. Die kwam zo aan en die bijna trapte George die van achter. Boven naar beneden op de bal. Zo van, ik leg hem daar. En miste daar. Maar goed, die kijkt constant naar de keeper. Die weet zo, en een klein sprongje, maar niet zoals Bruno Fernandes. Maar die kijkt niet naar de bal. Dat is echt constant oogcontact met de keeper. En dan legt hij die zo, ja. Dat vind ik de mooiste penalties. Balotelli had dat ook altijd. Dan denk je, die kunnen niet missen. En toch missen die ook. Dus en als Cole die dan missen, dan gaat missen. En wel, maar ik vind dat heel schoon. Die gaat missen en dan zal hem dat ook maar wel Maar dat ownen. Hij zegt van, ik mis niet, is cool. Fantastisch. Dat is super dat is cool. Dat je op deze moment je voelt. Hè. Ja. Sam, ik heb nog iets, denk ik. Hè? Ja, ik heb nog een soort van quizje. Dan ga ik even voor, specifiek voor Sam. Welke ploeg... Heeft de meeste doelpogingen tegen in de Premier League? De meeste? Ja, Man United. Man United. En als tweede, die daarvoor, Man United. Ze hebben nog twee doelpogingen minder tegen dan Luton. Ik zal het principe van een quiz dat uitleggen. Als je die vraag stelt, wacht dan langer dan anderhalve seconde voor je dat die goal gezien was zo lang in die eerste? Oh, die verdediger. Ja, maar hoe dat die... Nee, maar die verdediger. Ja, dat is waar, maar dat shot heb ik straf. Ja, nee, hoe dat die verdediger daar verdedigt, is precies Michael Jackson, zo op zijn tippen en dan vooruit. Kamwala, die het heel goed deed tegen Liverpool. Die heeft al een goede match gespeeld. Maar Manu was wel supergoed, hè. Allee? Heel sarcastisch. Ja, Sam. Ik was al blij dat we het er niet over gehad hadden. Ja, daarom toch even bijna moest. Tijd was. Ja. Nee, het is een stat van Eleven the Zone. En het gaat over het gemiddeld aantal Belgen dat de ploegen gebruiken in een match van de reguliere competitie. Dus met wissels meegerekend. Kunnen jullie de top 3 meeste en de top 3 minste raden? Minste, Union, wij. Dat is, Union heeft echt het minste, Charleroi het tweede minste, dat klopt. Nee. Kortere. Nee, dus Union heeft 1,8 Belgen gebruiken. Die is de Anderlecht niet in top 3? Van meeste dan? Ja, Anderlecht het allermeeste, 6,3. Is TVV? Mechelen sowieso op 1. Sint-Truiden? Mechelen op 2, 6. Dus ze zoeken nummer 3 van beide lijstjes. Sint-Truiden is 4, dus niet juist. Dus ze zoeken nog de derde meeste en de derde minste. Club Brugge ook niet, want daar zit nogal veel. Nee, Club niet. Standaard minst. Club Brugge vijfde. Nee. Ja. Standaard vierde minst. Ja, ik zal het zeggen, want wacht, anders blijft je gek. Ook. Nou ja, zeg maar dan. Ah. Het is top drie meeste. Nou, dat vind ik nu pas aan, omdat ik kan meepraten met je quizjes. Ja, oké. Okay, ja. Eindelijk zijn we eens mee met de 90s kids. We hebben er al een paar. Degene met het minste zit in play-off 1 en degene met de derde meeste zit in play-off 2. Toch niet Westerlo, want nee, die hebben allemaal... Ja, Genk. Genk, ja. Genk, 2,2 dat is... Belgen gebruiken per match gemiddeld reguliere competitie. Derde minst. Ja. Ah ja, ja. Nee. Maarten van der Voort en... Ja, van der Voort. 2,2. Eluadi. En Heine. El Canoes. Heine. De verdediging. Heine. Allee, in mijn geest Kayembe. Ja, maar ja, El Canoes. Eluadi en Kayembe zijn Marokkaan en Congolese. Omdat die voor de Marokkaanse nationale ploeg. Ja, dat is internationaal. Ja, ik vind dat wel. Kayembe is ook voetbalbelg of Belg op. Dus de meeste, daar hebben jullie de derde niet geraden, maar dat zal ik zeggen, dat is OHL. Oké. Okay. Ah ja, Anderlecht 1, Mechelen 2, OHL 3, Sint-Truiden 4, Club Brugge 5, Gent 6, Antwerp 7. Tot Chinkin voor Congo kiest. Tot Chinkin voor Congo kiest. En dan veranderen we. Blijf mijn propaganda voeren. Alright. Voilà. Denk dat we rond zijn. Jongens, mag ik jullie hartelijk danken voor dit fijne samen zijn. Dankjewel, Gilles Mbeya, Filip Joos, Daan Heijmans, Sam Kerkhoffs en voor iedereen die heeft geluisterd en of gekeken. Ook dankjewel en tot volgende week. Bye bye. En gelukkige verjaardag aan Steven de Voer. Vandaag? Ja, dat is aan Mark van Bommel.
Maar joh, iemand solliciteert. Nee, omdat, omdat u er vandaag in het groepje bent, toch? Okay. Het is vandaag de verjaardag van Mark van Bol. Dus vandaag. En gisteren Steven. Ja, gisteren Steven. En tegen dat ze dit horen, is het al lang voorbij. De, dus jongens, de nijdige middenvelders, tweedaagse. Dus alvast gelukje verjaardag aan Night Telage. Het is nooit de verjaardag van Mark van Bommel. Ik heb dat verkeerd begrepen, maar we gaan het er niet over hebben. Nee, het is vandaag de verjaardag van Mark van Bommel. Ik denk van niet, ik ga het zelfs uitleggen. Nee, 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 nee. Ik had het zelfs uitleggen. Anders zou jij dat moeten weten. En het is niet voor publicatie. Waarom nee, we dat kunnen, verkeerd we kunnen, 22 kan april. Kunt worden, hè. Je zit er net naast. Wanneer van Bommel? 22 april. Het is de 16e vandaag. Op het moment van opname. Dat is dus zeer toevallig dat er iets bij is. Maar goed, tot volgende week. Super interessant. Tot volgende week. Bye bye.